ik zo lobby speaking omit Aladesma zang volgono waar ze ook zijn. Uh, de mensen in Suriname, onze burgers in Suriname. En natuurlijk ook uh, onze echte volgers in het buitenland. De mensen die ons volgen. Ik weet niet, ik kreeg net een bericht over uh, de radio. Ik weet niet dat wat men bedoelt. Internet radio, maar ik kan dat nu op dit moment niet checken. Want ik zit hier, dus als er. Technische dingen zijn, laten we dat gelijk ook zeggen, als er technische dingen zijn, over geluid, dan weet ik veel, ik zit hier, dus ik weet het niet, ik praat in een ruimte, als je de studio wil bereiken, dat men het voor je checkt, uh, belt u 547-331, het uh, heeft geen zin om 20.000 keer te schrijven geluid, geluid, eerst checken bij jou als alles in orde is, check even als je telefoon in orde is, want Soms heb ik dat ook, dan gelijk in de live te bonken, geluid, geluid, geluid. Isabi, uh, meld de mannen hier uh, op 547-331 en dan krijg je zeker assistentie. Nogmaals, 547-331. De mensen die vandaag jarig zijn, me versteer alles maar, tap uh, 21, 21, tap uh, 24 oktober. Have a very nice day, het allerbeste, geniet ervan. De mensen die uh, ziek zijn, wil ik van deze plaats uit heel veel beterschap toewensen. Hey man! Ja, ik zal wel. En de mensen, alle mensen die een sterfgeval hebben, wil ik uh, ook poweren. Isabi, ik wil ze ook poweren en ze het uh, allerbeste toewensen. We zitten op 91.7, we zijn op internetradio en we zijn op Facebook die plaat van Time Out, Punta Punta, is zo'n een, een goed in elkaar gezet stuk. Dat wist we het drama onafgebroken te gaan voor jullie, genieten ervan. Want het is toch zo'n muzikaal, meesterwerk. Onder leiding van meneer Balsam of meneer Balsam of Marcel is nou af deze de eigenlijk. Hoe dikke leraar Is hij al gedecoreerd? Want vaak genoeg decoreren we alleen mensen die binnen de politiek en zo. En, uh, maar deze man die ziet. Want Pokumang, no ik grap naar een rol van Pokumang. play. Isabi, sorry, je ziet hier, Poku, herken je jezelf of je herkent bepaalde situaties. Dus, uh, ik hoop dat uh, Marcel, ik heb hem heel lang bijna jaren niet gesproken, hij heeft een shoot voor me gemaakt. Dat Marcel is Grani. Nogmaals, onze verontschuldigingen. Je hebt het niet in de hand als dingen trippen. Isabi, het was rennen geblazen om te kijken wat er aan de hand is. En wanneer je rode lampjes ziet, lampje ziet dan weet je dat je moet ingrijpen. En we hebben er snel ingegrepen, dames en heren. Mm. Eigenlijk zo'n een lekkere kourou Ze aan het joggen op zijn plaats zijn. Bakadou joh. Maar goed, je bent... Uh... Je bent bij ons, ik hoef niet helemaal opnieuw te beginnen. Misschien voor de mensen van de radio nog een keer, goedemiddag. En ik wil u nog een keer zeggen, de mensen die vervelen. Ja, maar we kijken en Facebook is aan. Ik wil tegen u zeggen: als we 2000 mensen hebben die naar Facebook kijken, zijn het, dames en heren, tweemaal maal die naar de radio luisteren. Dus onderschat dat niet. Omdat we zien: je hebt die telefoons voor je en je ziet die views. Maar nu onderschat de mensen die gewoon die het doen via de radio. Ik ken een aantal mensen die het van de radio moeten hebben. Ze hebben een Facebook, maar nee, Anderen storen zich aan de comments. Want sommige mensen die zijn constant met elkaar bezig in comments. Is En mensen storen zich gewoon een radio zoals het er toen was. Dus je moet mensen op FB niet zeggen: ja, maar wij zien je wel. De Insmaf Radio is voor mij even, even belangrijk. Isabi, even belangrijk. Hou daar rekening mee. Ik wil nogmaals de jaren gefeliciteerd. Ik wil de zieke biederschap toewensen. En allen die een stervenval hebben. Wil ik uh, condoleren en ze veel kracht toewensen. Dames en heren, op deze mooie donderdag bacana In de nieuwe bakanatori in Suriname. Met een koers die, a, die maar aan het klimmen is. Aan het stijgen is. Die maar omhoog gaat. Uh, het is nu, heb ik me laten vertellen. Meestal, mijn is een bizar koers. koers hier, het is vandaag, zegt iemand, de dollar is 34,50. Dat na prijs van dala. Gimme dollar, gimme dollar, gimme dollar, gimme dollar. dollar, dollar 34,50 na koers vandaag en zijn jij maar informatie jij is de hele dag met geld bezig de hele dag telt hij he. de hele dag maar tijdje moet hij in je gaat me kwalijk niet maar tijdje begin je al Mijn dag begint met Thermonie. isabi dag begint met thermonie. maar wacht even dus al die tijd is Jongens weet u dat. Dus ik feliciteer mensen. Maar onze Gracita is vandaag 47 jaar. Mensje, je, je kan me hebben gezegd. Gracita van ons is 47 jaar. Gracita van recht op. En Gracita van uh, Senior Spiegel. Die vrouw leek op 27. Weet je onvoorstelbaar, ik, denk, ah, ik heb altijd problemen om Grazita te regelen voor een interview laat ze interviewen opa gewoon opa zegt mij laat me Goh, opa zegt mij dat... kunnen we dat interview niet opnieuw doen <laughs> iemand van senior Spiegel Grazita, Grazita, gezondheid laat me weten als je me hoort, laat me, laat me weten stuur me een bericht, gezondheid blijft nog lang in ons midden uh, en bedankt voor jouw bijdrage aan Rechttop en aan Seniorenspiegel. En aan de reportagedienst wanneer je vrije momenten hebt. Gefeliciteerd, uh, lieve vrouw van Lim FM. Uh, een van de lieve vrouwen van Lim FM. Hardwerkende vrouwen van Lim FM. Ik ben Sabi, ik ben Mekke, ik ben Rangemang. gefeliciteerd. Vele jaren. In goede gezondheid. Namens iedereen die ze schrijft, dankjewel. En we maken later contact met je. Daar gaan we een beetje met je maken. Alvast al de vier jongens hier in mijn buurt feliciteren je. En we wensen je het allerbeste. Bro, dus jij bent een dag na Pleffi. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. 24 oktober, ik ga het onthouden. Over plevy gesproken, ik wil nogmaals al de mensen bedanken. Want ik kies wel aan reacties van. Uh, van vele mensen. En uh, als ik nog een nieuw interview mee draaien. En nu blijkt dat inderdaad, je hebt altijd mensen die dingen missen. Want mensen hebben het niet gehoord. Rami Drazan, negen jaar terug bij de SRS. Uh, Isabi en Nopas de Mayerazan. Uh, of andere mensen hebben het eerder gehoord. Maar het was weer een, met plezier hebben ze weer naar geluisterd. We hebben het graag gedaan. En het is intussen op YouTube heel speciaal voor jou.

En i ka skrifen ta pi bere, tamara ameidoro 35. En taboy di sakwa sanye mino, kan gosye anga man, akhebi di sa aman tranga. I sabi, min swaki kous ekonomi sanye, min swaki motay mino de. Aman tranga langa de sanye, aman takye en, 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 gi a, gi a, a euro, a euro nan 36 fon 70. En i ka skrifen baka nan atrasi fi bere, tamara a euro edoro 37. Wij mogen niet juichen en denken van je ah, regering komt in problemen. Zoals deze regering, dames en heren, toen aan het juichen was: die koers bijstijgt, ook tijdens de vorige regering. En kan die euro, die je en je bent blij, ja, het is aan het stijgen. Maar je hele economie wordt in de war gegooid. Want de prijzen stijgen. Diezelfde man die van me zei: van mijn Arki, dit wordt bewust gedaan, want vanwege verhooging voor A. Voor uh, de douane daar wordt uh, da word gewoon de koers bewust uh, opgeschroefd. Omdat de een reffie. Ik heb geprobeerd om een. Uh, ik heb geprobeerd om een. een, 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 een kom nu even van Malismibericht, want je moet niet denken dat we niet zitten op de dingen. Om een cambiohouder uh, aan de praat te krijgen. Maar allemaal reageer, joh. De man was voor het laatst om 13 voor 2 op zijn app. En ik heb daarna naar zijn kantoor gebeld. Maar hij was gaan schaften. Kan die Allemaal niet aan We zijn nu een uur verder. Misschien is hij nog aan het eten. Begrijp je? En ik zie dat hij mijn bericht nog niet heeft gelezen. Tenminste, ik zie geen blauwe vinkjes. Maar het kan zijn dat hij het wel gelezen heeft. Dus ik weet het niet. Hij is toevallig de enige cambio houder die ik ken. Isabi, ik heb niet zulke rijke vrienden. Hij is de enige, dat is wel erg. Maar ik heb maar één cambiohouder, Dus dat is een abelicht En als hij reageert, dan kan ik hem alsnog inschuiven in deze Natori... of Jamal vragen om iets uh, goeds met hem vast te leggen. Zodat we dat ook kunnen, kunnen delen met, met het publiek. Met al de mensen die naar Natori luisteren. Maar op dit moment, minokies ingang gang uh, maar ik kan je zeggen, deze hele ontwikkeling met de koers, dames en heren, inderdaad Het zorgt voor een hele ontriegeling Het zorgt voor een hele ontriegeling Wat schuilt erachter, wat is er precies aan de hand Wij, uh, ik weet dat niet, we hebben gisteren nog met meneer Ramout Tarsien Ook hierover gesproken, natuurlijk over andere onderwerpen, maar ook hierover En dat lijkt van mij, dat, als aan die actueel eten. Ook al heb je het al in het nieuws gehoord dan denk ik dat het niet te veel zou zijn om dit deel van het gesprek met daar Singh. Uh, uh, wederom even te laten horen. Het uh, duurt zeven minuten, heb ik me laten vertellen. Ik hoop niet dat u dat. Uh, trouwens, ik denk niet dat je daar moeite mee kan hebben, want het is, uh, het is, het is onderdeel van, van. wat ik nu aan het, aan het bespreken is. Dus ik, uh, ik zal. Ik zal uh, Winston Ramotar Ramo Singh aan het woord laten, een fragment uit het gesprek, van Jamal Abilangen is, is de Manting. Over wat we nu meemaken. De cambio's, ik dacht 15 cambio's, en ik dacht 10 banken, die rapporteren drie keer per dag aan de centrale bank. En de centrale bank brengt die samen en neemt een gewogen gemiddelde. En dat heet de centrale bankkoers. De centrale bank heeft geen eigen koers, het is een gewogen gemiddelde van die, laten we nu even wat gemak zeggen, die 15 spelers. 25 spelers, sorry. Dat is Ja, dus het is niet een andere koers. Het is, het is dat gemiddelde van wat ik kom bij jou, Cambio, en jij geeft me 35. Bij die andere Cambio geeft 34,95. Mm. Allemaal hebben een, misschien een kwartje of een dubbeltje verschil. En dat samen wordt drie keer per dag bij de centrale banken gerapporteerd. En dat wordt samen geteld. En dat heet de centrale bankkoers. Dus het is een misvatting dat die centrale bankkoers een andere koers is dan van cambio's en zo. Natuurlijk, elke individuele cambio of bank mag zijn eigen koers bepalen op basis van zijn eigen vraag en aanbod. Als iedereen, als jij nou zegt, hé, hey, zoek een miljoen dollar gimme. Dan ben je een nou abing dan heb je acties. Oké, okay. ja, maar dan ik wel een dubbeltje meer hebben. Dat is een kring. Zo werkt het vrije marktmechanisme. Het met zijn kleine bobbeltjes, kleine bobbeltjes. Omdat we ook een kleine markt hebben, zie je dat direct. In die grote, grote wereld merk je het nauwelijks. Nee. Zou Suriname beter zijn zonder cambio's? Uh, oh, ik heb daar een lang, heel lange uh, stelling over. De cambio's zijn uit de, hand, uh, hoe heet het? Uh, uit de hand gegroeid. De cambio's waren bedoeld als wisselkantoren. Om kleine, kleine hoeveelheden, kleine transacties. Te faciliteren. Ze waren nooit bedoeld om containers importhandel te, fi te financieren. Ze waren nooit bedoeld voor grote transacties, van miljoenen als, uh, als noem maar Rubens uh, zijn lading moet, moet binnenbrengen aan, aan benzine. Dan moet hij langs alle cambio's lopen of alle banken lopen. Uh, wat, hoeveel heb jij voor me? Oké, okay, 2 miljoen, oké okay, 3 miljoen. Uh, de rol van de cambio's is een verkeer. Het is verkeerd gegroeid. En nu zijn ze oppermachtig. Ja. Dus me, me was ja president, zo uh, 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 draaien terug. Ja. Ik ben voorstander om de, 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 de transacties bij de Cambio te plafonneren tot een maximum van 500 of 1000 dollar. Maar, maar even, u zei daarnet dat de Cambio-houders oppermachtig zijn. Wat kunnen de gevolgen zijn? In ieder geval, gezien, ze, zijn, ze zijn net zo machtig als banken. Misschien is er één enkele nog machtiger, I don't know. Maar dat maakt eigenlijk, dat bepaalt die koers niet. Laat, laten we even duidelijk zijn: als je denkt dat een cambiohouder of een bankier de koers structureel kan opduwen of kan verlagen, dan vergis je jezelf. Want ze zijn in de business van by-serie. Ze kunnen niet onbeperkt dollars blijven kopen. Want waar halen ze die SRD vandaan? Als je denkt dat ze een kamer vol met SRD's hebben uh, in de achterkamer, is een misvatting. Dat bij serie. Dus ze hebben natuurlijk, allemaal hebben een buffer. En de ene grotere buffer dan de ander. Maar de banken hebben ook buffers, groter dan de, de ene, groter dan de ander. Maar die kunnen niet onbeperkt blijven kopen. Dus als je bij je bij kan, je kan hem opdrijven een week lang. Maar dan ben je uitgeput, dat is niet Dan Dat je niet bakadati Investeer in Baga, toch? Ja. Dus nee, het werkt niet. Tijdelijk kan de cambio of een bankier kan zeggen... Hey, ik, wil, ik, wil, ik heb 10 miljoen dollar nodig. Kan die koers met een paar srd's zelf omhoog gestuurd worden. Maar die week daarna zakt hij weer, want niemand kan anders gaat het kunnen betalen. Nee, maar meneer Ramothasing, als we naar de praktijk kijken... dan zien we dat heel wat van die cambio-houders um, ja, gelinkt zijn met de ondernemers... Dus andere grote bedrijven, dus ze kunnen misschien hun voorraden aan US dollars of SRD makkelijk gewoon bijvullen. Heeft u daaraan gedacht? Ja, ma makkelijker bijvullen zou kunnen, I don't know, maar er is, er is bij mij, is, ik bestudeer deze ontwikkelingen, er is bij mij nooit gebleken dat één cambio of, of meerdere cambio in staat zijn geweest structureel die koers omhoog of omlaag te drukken. Wil je me zeggen dat die cambio's hem teruggebracht hebben naar 29? Nee, dat stel ik niet. Of wil je me nu zeggen dat die cambio's hem nu naar 34 brengen? Nee, maar... Nee, soms zie je wel, kijk, soms zie je wel. Het is om te weten ook die volumes, hè. Ja. Welke volumes, uh, om welke orde van grootte gaat het? Het gaat erom dat het, het um, en wat er nu gebeurd is. Gewoon, die, die OMO is ineens niet meer zo aantrekkelijk geworden, hè, die 15 procent. Dus. Je gaat die OMO weer zo doorgaan, ga je die OMO-rente moeten verhogen. Nee, maar kijk, meneer Ramon, als je in de praktijk. als we zien dat bijvoorbeeld de koers bijvoorbeeld daalt, misschien ja, na 29, ik heb het persoonlijk meegemaakt. dan Heel wat van die cambios die verkopen dan geen dollars... wanneer de koers heel erg laag is. Ze kopen het alleen maar op. Ja. Dus ze verkopen het niet. Ja, op... Al hebben ze het in voorraad misschien, dat weet ik niet... maar ze verkopen het niet. Nee, dat zou ik ook doen als ik verwachtte dat dat de bodem was. Maar als je... Laten zeggen, die koers is 35. Dan ben je buy, buy, buy 35, dan heb je 34, dan heb je 30. Dat je lastig, Dan heb ik dollars voor 35 gekocht... terwijl de waarde 30 is. Nee, het is niet waar dat cambio's gespeculeerd hebben naar beneden. Het is ook niet waar dat cambio's speculeren nu naar boven. Dus kambio-houders speculeren niet. Ze kunnen speculeren, maar het is afhankelijk van of ze een klant hebben die, die zegt, ik heb 10 miljoen dollar nodig voor een bepaalde import, ja, dan gaan ze opbieden, dan gaat die koers omhoog. Dus de cambio-houders kunnen wel, degelijk de koers omhoog sturen. Be maar beperkt en niet duurzaam. Beperkt, beperkt en niet duurzaam, maar wel. Maar wel, ja, tuurlijk. Als ik nu, echt, als ik nu een cambio houder bel en zeg ik heb 20 miljoen dollar nodig, is die koers morgen twee SRD hoger. Zo simpel, want iedereen gaat uh, zoeken, zoeken, zoeken. Alamo uh, vind even koers. Kring. Ja, oké. Okay. Om nu naar de douanekoers te gaan, want deze is uh, ja, met twee SRD gestegen. Aan wel, um, onder welke factoren is deze koers onderhevig? Is die douanekoers ook een misvatting? Meer begrepen van de regering? Niet. Ja, maar misschien kunt u dan die helderheid die geven. Misvatting. Die douanekoers is die centrale bankkoers maar over twee weken gemeten. Dus elke twee weken wordt die centrale bankkoers vastgesteld en wordt omgezet in een douanekoers. En die douanekoers heeft maar beperkte invloed op het prijsspelen, omdat de douanekoers eigenlijk alleen maar invloed heeft op de invoerrechten. De rechten die je op de haven betaalt. Ja, dus de dingen die je aan de staat moet aflossen. Het betekent niet dat het, het een relatie met de koers het is een rekenenheid. Uh, een reken eenheid. Zorgwekkend is dat die douane koers met twee gestegen is, omdat die koers, de centrale bankkoers met twee gestegen is. Die koers is in die twee weken met twee gestegen. Dus die douane koers moet vastgelegd worden, twee SRD hoger. Maar hoe kunnen we dat verklaren dat de koers met twee SRD gestegen is? Dat betekent, belangrijk is, de mensen gaan wisselen geen dollars meer om SRD's te beleggen in OMO. Yeah. Dus omdat die OMO-rente zo fors gedropt was. En, uh, als, je niet, als, als men niet die rente op, omhoog gaat brengen, ver boven inflatie, is het niet interessant voor mensen om in dollars om te wisselen. Dan gaan ze nu die SRD weghalen, ik heb rente gehad, ik zet hem weer om in dollars. En dat wil zeggen, ik ga bieden op die dollar, gaat die dollar omhoog gaan. Moet er misschien ook een valutawet komen? Of... Ja, maar als je denkt dat je dit soort uh, geldstromen en waardestromen met een wet gaat kunnen corrigeren, dan heb je geen verstand van economie. Hoeveel, hoeveel presidenten hebben niet geprobeerd koersen omlaag te praten of omlaag te zingen? Misschien niet om omlaag te brengen, maar gewoon om die stabiliteit te brengen op de markt. Als je met een wet een stabiliteit had kunnen brengen, dan was die koers toch altijd de hele wereld toch hetzelfde? Als het zo simpel was, niet. De koers is de verhouding tussen lokaal, lokale SRD's versus dollars, valuta. En die valuta krijg je door je exporten. Heb je exporten, veel exporten, dan wordt je SDR steeds meer waard. En dan kan je dus meer met je... Je, moet, je economie moet je verbeteren, je, je productie moet groeien... en dan kan die koers droppen. Ja, maar we zien ook dat heel veel ondernemers... en, en ja, mensen die huizen bezitten... hun diensten verlenen in US-dollars. Hun producten prijzen in US-dollars. Dat legt de extra druk op die dollar dus... Mensen, de bevolking, die gaat dat dollars zoeken om een te betalen. Dus dat kan die koers ook gewoon omhoog stuwen. Ja, en een wet is... zou handig zijn, misschien, ik weet het niet, ik ben geen jurist, maar een wet zou misschien handig zijn om dat evenwicht te brengen. Ja. Maar dat is toch al de afgelopen 50 jaar zo? Dat is toch niet veranderd deze week? Nee, bovendien, hoe vaak hebben we geen discussies gehad in het parlement, overal, van een hey, tapas aan, een huur, de dollar... Als je mij uh, 200 dollar huur niet wil betalen in dollars, mijn SRD tegen de koers van vandaag. Ik geef mijn moniteer, mijn longe naar Cambio of naar na Mibangi. Ik brokken in dollar. Het is hetzelfde effect. Ik, ik, ik zoek alleen dollars wanneer ik twijfel aan de waarde van mijn SRD. Maar als mijn waarde van mijn SRD gelijk blijft vandaag, morgen, overmorgen. zijde zal ook niet meer Oké. Okay. U bent econoom, hoe kunnen we het dag gelijk houden? Door meer te produceren, dan kan je een, stabi een stabiele koers verdienen. Wat we nu doen, we consumeren meer dan we verdienen. We kunnen het aanvullen nu met leningen. De vorige regering heeft het gedaan, deze regering heeft het toch verder uh, verhoogd. We kunnen het zolang we kunnen lenen. Dat laat ik laat je zeggen dat de koers kan dan redelijk stabiel. Maar het is een tijdbom, want een keer moet je die leningen terugbetalen. We wachten natuurlijk op uh, de oliegeld, maar. Het is niet verdiend. Je moet wel je structuur van je economie zodanig maken dat je niet van geluksfactoren afhankelijk bent, maar van prestatie. En we hebben geen enkele andere prestatie. In geen enkele sector is er een verdien, verhoogd verdieneffect. We hebben nu bij de goud wel een kleine opleving, omdat die goudprijs sky-high is, boven de 2600 dollar. Dus er zijn wel veel gouddollars in omloop. Je ziet ook wel zichtbaar mensen kopen. Uh, er is een kleine groep die related is aan de goudsector, die een hoge koopkracht heeft, omdat die, die, die dingen met meer dan een kwart gestegen in, in een jaar tijd. Is die prijs van goud zo gestegen? Nou, dan heeft men gewoon oh, een, een, een volgain, zo een, een toevallig voordeel. Nou, dat wil afvoer. Maar de rest van die samenleving die niet goud related is, die heeft het nakijken, want die heeft dat voordeel niet. Zo, so, dan dat was Winston Ramothar Singh in deze Bagan met de so, met de Karasa Jamal. We hebben we hebben geluisterd naar zijn benadering en ik kreeg een reactie, wat reacties hierop. En zoals ik zei, om te voorkomen dat we de dingen laten lezen, kan ik snel een uh, Misschien een tien bericht te lezen hierover over de koers let wel over de koers. En by the way, je weet, wat ik aan het bespreken is. Maar ja, dat kan toch. dat kan. dat kan. dat 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 uh, maar laten we teruggaan. Uh, ik kreeg een bericht van... Ze hebben bewust de douane koers hoger, hoger gesteld dan de cambio koers om zo de koers te laten stijgen. Waardoor ze veel meer SRD's krijgen voor de, dollar, de dollars bij de centrale bank van Suriname om allerlei betalingen te verrichten. Frappant is dat de mensen gewoon doorgaan met die OMO's terwijl dat nu geen enkele impact heeft op de koers. Alleen de banken worden met die OMO's uh, verrijkt. Terwijl de totale betaalde rente van bijna 7 miljard naar UNO. Als volk moeten wij het opbrengen. Uh, en niemand die erover praat. Ik zeg eens even kort een paar reacties uh, hierover. En dan gaan we naar de advertenties, en tweet al. En dan praat ik tot de studiogas die zegt dat hij bezig is te werken aan een grote... Omwenteling. De regering heeft uh, gewoon geld nodig, Limbo. Ik zie iets hier van pleffy, maar ik zei, ik, ik ga die dingen even laten lezen. Goeiedag, de koers wordt wel beïnvloed met wetgeving. Let op wat Trump met Huawei heeft gedaan. Bedoeld te weten als de koers aanzienlijk zal dalen wanneer die oliedollars in 2028 binnenkomen. Middag de cambio's in Suriname alleen zijn kleine banken. Ramo Tarsing legt een heleboel puntjes, puntjes uit. Hij krijgt te veel ruimte om ons voor de gek te houden. Ik word misselijk van hem. U bedoelt wat u aan het bespreken bent. Ja, niet dat wat, ik, wat ik aan het bespreken is... Uh, <laughs> maar ja, sorry ervoor. Hoor. Meneer Conrais. Het was inderdaad een bakba Goedemiddag Lembo. A Sanva Koers en maar Erik Bayer. Dat ding kan zo niet verder. Cambio's moeten nu niet verboden worden om valita te verkopen. Ze zouden alleen mogen opkopen. Zij beheersen de vali het valitaverkeer en dat kan niet. De centrale bank is verantwoordelijk voor het financieel verkeer. Alleen de handelsbanken zouden valuta mogen verkopen. Als moest niet kon, dan is nog kan. Meer reacties op uh, 91,7. Eva een man voor je, een termonie ook toe in een assemblée? Dat weet je, wie het is. Iemand geeft uh, haar of zijn nummer door. Oké, okay, dan weet ik dat. Uh, Meneer Limbo, er was geen enkele productie onder Venetiaan. Maar Telting kon de koers toen stabiel houden. Guyana had zonder productie een stabiele koers van jaren. Uh, Meneer Cliff, Jamal is een hele goede interviewer. Voor het eerst hoor ik iemand Ramoutar zien challengen. Ja, eerlijk. Ik ben niet eens met de benadering van Ramon Tarzin. Uh, geweldig. Goed, we gaan. We gaan uh... Iemand vraagt: gaat Lim FM ook met een tv-station beginnen? Meneer of mevrouw, zet die tv niet op 2,1, we zijn in de lucht. Ik heb uh, aan de andere kant van de studio. Uh, Stefano Bierfliet. ik wil hem niet eens te introduceren, want iedereen kent hem als Pakito. Uh, Eigenlijk is die naam Pakito bekender no? dan Stefano Biervliet. Even tak zo. So. Dus als je op een kandidatenlijst komt te staan, even you know, op een maar put gewoon Pakito op een kandidatenlijst. Dat is mogelijk. Dat mogelijk, want met die naam kan je meer mensen trekken hoor. No? Ik vind het zo. Laten we het open. Ben populair? Bij be populair, jongen? No, huh? Nee, niet. Hé? de populair. Doe niet bescheiden, man. Maar de populair ook toen was, pijde. Liever die de virus toch gewoon, omdat eventjes die trapt op wat meer rijdt door op Facebook. Dat mm -hmm. De mijn Jerry. De Mary -Gerry. Wat krijg je toch horen als je over straat loopt? Over. Stel je gaat in een winkel, je gaat in een uh, optician om je bril te stellen. Wat zeggen mensen tegen je? Voor... Nou, in de geval gevallen praten we over actuele zaken. Zoals mm. je weet, met zijn de politiek. Mag. Maar heb je niet soms het gevoel van ik, wil praat, ik ben niet daarvoor hier? Nee, kijk eens waar je jezelf uh, inzet. Als je als sporter bent, zoals je een cognitief zegt over sport, je mag niet balen ervan. Ze mm. mogen je niet hinderen. Je moet er alle tijden staan voor. Man. En eenmaal met een defensief naar politiek en activist, dan moet je ook een soort van zegt over alles. Nee. Yeah. Je zegt, heb je draagvlak? Heb, draag heb je mensen achter je? Zeker. Want daar gaan we over praten, zei don, wama, sabi, kosmi, tok, milo, je maar. Zeker. Abonneer bedoel je dat nu? Als ik nu zeg FM Miss Dong is het niet zo dat maar dat toch? Lembo winch fay be kosmi nan falir tok mi lobi. Mwa no, li is yu kosmi? Mwa ta kosi. Ta ma dalek ena wakiz ref mi ka kosi. Of, of ter plek. Wan tradi. Mwa vit sape luk yi fay be kosmi waya. Di bedi <laughs> yeah, ta pon truk. Ya ton yon blat. Yu wwa nouman kosi sma. Sanat nero koso. Ma alasman se atke lem FM. Me barou bigi Odi. Me begop oufou FACDC. Me begop ou alaman lafou Afstand. Me oup alaman gen meken boy na kondre. Me oup takwe lop makandra ptimore na kondre. Des fanout hier oun. Lobi Bradang Asaf me vak onder je. Ja, maar men neem aan dat je kost nee, nee. mij gewoond op. Hier naartoe geleid. Zeker, zeker. Je, gaat, zeker. je gaat iets komen proclameren ben je niet. Zeker. Maar lama, laat lama, laat lama. Jezef dat hey, je dit bank aan natuurlijk. Dus. Hmm. Je gaat open met me praten. Ik mag helemaal in je inberen kijken. Hmm. Ik mag al je ingewanden naar buiten trekken. Te interview me toch Lembo, motegi alalisa me konja. Tell me, de vraag sa Irina Doroséi sa you want ask me, min geheim. Sa folakwa yere. Sa folakwa yere omdat me na nou wa mang. Mm. Te takan a me mi, mi hup tak i Ja. What is gebeurd? Ja, je hebt het natuurlijk al gezegd hoor, om ja. eerlijk zeggen. Maar je weet, je begrepen natuurlijk altijd anders dan als het wordt uitgelegd. Zeker. What is precies gebeurd in pro? Wat in de pro is gebeurd? Mm. Ik heb de conclusie getrokken en zeg me maar als ik verkeerd ben. Van, okay. De man heeft zich eigenlijk in de steek gelaten gevoeld. Mijn of ik? niet? Ja. Nou, luku, ik moet zeggen eerlijk: ik te een bepaalde zin, neboerus op de waarheid moet zeggen dat ik het niet kan doen. Omdat, ook al ben je een advocaat of een rechter, je bent mens, je na niet meer ik kan me fout ook doen. En even mee leg je uit in you know een model tak, een verdachte. in you know, een straf aan maandrapen. You know, je kan hem niet schorsen van het hoofdbestuur, want dat was het. Er was een huishoudelijk reglement in de pro. Hij schreef: Als je nou een verdachte voor kies, dan word je geschorst. En wat houdt die schorsing in? Maar, maar kan je daarin terugvinden? Want je zat eigenlijk tussen. Uh, uh, ik, ik noem de pro een advocatenkantoor, dus. Nee, zeker niet, toch? Zeker A, als niet. moest rein zeggen ze nooit, het moet rein nee, zijn maar leuk hoor. we. Noas no, manno rein, ab grond taboe. No, ma no perfect. manno perfekt. de afghatidrap aan de rechter. De no perfect. We zijn mensen, toch? En we kunnen van elkaar leren, toch? Maar if, Misschien dat... Hey, is Boris niet op de waarheid. En dat heeft Serena esset gezegd, en Hugo esset heeft het ook in de media gezegd, dat ik niet. Ze kunnen werkelijk achter me staan, want hetgeen wat ze hebben uitgelegd. Het kan niet zo zijn dat je een verdachte bent van een kies, en je wordt geschorst van het hoofdpostuur waarbij je medeoprichter oprichter van bent. Maar, maar die Going Pro, ja. dat, is, dat komt voor in, de, in, de, in, de, in, in het, hui, het huishoudelijk reglement, toch? Ja. Dus het was die Going aparté En voordat je de problemen kwam met 7 februari, ja. wanneer ben je in 20? Ja, 4 5 jaar geleden? Ja, toch? Ja. Dat je ook vanaf toen, ik kunnen zeggen van wat staat hier eigenlijk? Ik, ik ben het niet eens met. Dat, dat is ik, waar. heb je ze gezegd. Dat is nee, dat mm. heb ik ze niet gezegd. Eerlijk gezegd, ik heb het nooit gelezen. Het stond er wel altijd. Maar mm. je um, snapt, spel mm. naar diana. Je op een bladzijde. en nu allemaal Weet je? En nogmaals, het stond er altijd. Dus we kunnen de mensen niet kwalijk nemen van de Lucy, Want net wat je zegt. Het stond er altijd. Normaal, mannen dat ik het niet moest doen, want hm. ze wilden nog steeds dat ik lid zou zijn van de partij. Oké, okay, maar geen hoofdbestuur. En geen hoofdbestuur, okay. en pas na nou, wanneer die kees um, klaar was. En mijn tegenaar voorzitter dacht, meneer. De mannen no -no, die mij hebben genoemd, dat is niet lief. Dat moet ik veroordelen. Dus daarom heb ik beslissing om uit de partij zelf te gaan. Dus je zag het aankomen? Mijn sabi, mijn velter toch, mijn vastratie toch, en mijn lief smapperoe. Doch je hebt niet te maken met iemand die Amanda, Isabel, Je hebt te maken met iemand die alles op alles zal doen om jouw democratisch recht van je te nemen. Begrijp je? En ik heb dit gezegd aan de voorzitter en ook in het hoofdbestuur dat e affidavit. Ano wa rechtvaardig vitti misabatak de mo Je moet nagaan. Ik ben met beeldmateriaal naar de rechter gegaan. Waar het aan is gegeven en diezelfde beelden heb ik ook gezet op Facebook. Mensen met masker, mensen met scherpe voorwapens, mensen die naar de truck zijn gegaan voor bedreiging. Als je in beelden uitnakt in een rechtszaal. En, en uh, na een paar maanden weet je nog steeds niet wie die mensen zijn? Natuurlijk niet toch man, oh Jezus. Mm. Man, oh Jezus. De dus SMA-app masker, de ma crossie en dat alles was ook op beeld. Begrijp je me? En hij is de president van Suriname, Sadekar Santoki. Hij gaat alles op alles doen om mensen hun democratische rechten van zich te nemen. Weet je? En daarom ga ik komen met waarover we het vandaag gaan. Dus je bent, je bent eigenlijk uh, niet met. Uh, je bent een strobange proe. Je kan je gewoon niet terugvinden in uh, nee. dat deel van de wereld. Zeker, en dat motto. Ja. En ik de man dat hij. Je wilt je regel, wet is wet, dan blijf met je wetten en blijf met je regels. Ik heb geen ruzie met het hoofdbestuur, maar je moet... Zoals so, so, met de mannen ook, archisme. Zoals weten het altijd. Maar wat doen. was archisme? Moesten ze dat veranderen? Moesten ze die zinsnieren vervangen? Dat klopt niet toch? Je mm. bent verdachte van een kees. Dus die zinsnieren moesten weg? Het moet weggaan, het bestaat niet. En maar man we gaan dat niet en doen. En hij heeft niet bij de alles geld in het dat is hm. dat het, maar het klopt niet. Ja, ja. En dat een topadvocaat zoals Hugo SZ en, en Serena SZ heeft hetzelfde ook beantwoord. Mm -hmm. Begrijp je me? Mij op te maken heeft Juna Winsoma er. En ik snap dat ik op de waarheid. Oké, okay, laten we praten over 7 februari. De maatje van Alassango toch? Dat je voor mij voor een hoofdbestuur. Dus, dus eigenlijk in al hoofdbestuur. Ik ben niet een crimineel, wat ik ben veroordeeld. Maar ik ben ook veroordeeld, want ik ben crimineel.

Moet eerlijk niemand haalt mij democratische dag. moet dat op mijn hoofd doen. En wat mag je die twee jaar niet doen? Niet de aanraking komen met de politie. Hmm. Moet je op Eire roepen? Dat... Ik Ik Ben extra voorzichtig? Ik ben niet voorzichtig. O, twee jaar... Nee, ik ben niet, ik voor, van, niet voorzichtig. Ik ben mezelf. Uh -huh. Ik ga altijd mezelf blijven, Limbo. Ik kan niet voorzichtig zijn. Ik kan niet voorzichtig zijn. Omdat mijn naam... Ik omdat... Ik zei dat ik niet wakker was, opa niet. Dus toen zei mijn vader dat ik niet wakker was, ik zei dat ik niet wakker was, ik zei dat ik Ik Alles dat ik niet Ik ben slechts maar een ondernemer en een activist en een politicus. Maar kan ik dan zeggen, in die twee jaren, ga je toch, oké okay, die regering zit er wel eens waar. De meningen zijn verdeeld, je hoort toch mensen zeggen, jou moet op straat, andere mensen zeggen. Maar om wat te doen? Begrijp je, uh, met nog zeven maanden. Kan ik uit. Ik, ik trek de conclusie uit, zei Taki. Dus, if. een situatie doe je zich voor, doe je voor. Dat mensen op straat willen. Mm. Ondanks die veroordeling, zou je dan gewoon. de leiding willen hebben van zo'n protest? Als ik het organiseer, wel. Mm. Kijk, wanneer je iets doet, je bent het of je bent het niet, limbo. Sinds me, sap me, kwam zei Je bent het of je bent het niet. Dat is één. Toch? Op dit moment, mijn movement of een movement dat ik ga creëren, want daarom ben ik eigenlijk hier. Kadi Desma nobitegi. Of Kadi Ino Desma. Die movement die ik ga creëren, is landelijk. Die movement die ik nu ga creëren, is landelijk. En het wordt geen protestactie. Het wordt alles een van protestactie. Deze movement dat ik ga creëren en organiseren, heeft te maken met een. Movement die een politieke partij gaat ondersteunen. Hmm. Dus je gaat een beweging, want er is een movement, een beweging. Ja, zeker. Deze, deze movement dat gaat komen, limbo. Na grandioos, de man is, moest donder erop. Dus je dwingt ons in een straatje van. Want de mensen zeggen steeds van ons: van volk van Suriname. En ik ben geen verdediger van de regering. Ja. Maar aan de hand van interviews, al die, ja. wordt er gezegd: uh, we moeten ophouden om regeringen weg te jagen. Want in een hype om weg te jagen, maak je dan weer een verkeerde keuze. Ja, nemen, en je, en je emotie. We nemen kansen. Ja, maar, maar is het wel, ga je je concentreren op wegjagen, begrijp je? Of moet die movement niet in worden van de juiste keuze maken? Wanneer hebben we de juiste keuze gemaakt in Suriname? We hebben altijd kansen genomen. We hebben nog nooit de juiste keus genomen in Suriname. Dus we moeten doorgaan met kansen nemen. We moeten altijd, je gaat altijd kansen blijven nemen in het leven. Noem ik nou ook ori, tak in we hebben nog nooit de in We hebben nog nooit de juiste beslissing genomen in Suriname. Dus jouw jou beweging wordt één om die regering weg te jagen? Triljoen procent! Deze mensen zijn Libiërs. Laat me go zeggen. de zet. Misschien wasma. het. vanaf de einde van de Kost 12 euro. net die, Om geholpen te worden. Medische sector. Klari. Veiligheid in Suriname. Klari. Koers. Klari. Schooling, Barsrecht. Klari. Kinderen vanaf jonge leeftijd. hiv iets. Meer met 20% dan hoeven gegaan, gaan. Klar Ondernemers verliezen hun werk. Klari. De rijken worden rijker en de armen worden armer. HIV-Naar-Jus. Uh, nou, Heel veel tekkie toch? Soma? HIV. Uh, zo, so maar okay. Nee, maar je even... Waar zijn die voorlichtingen die deze president zou geven in het verleden? Ja, maar, maar wil je me zeggen dat mensen niet genoeg al weten over haar. Even? Nee, je moet mensen blijven motiveren. Als het naar rommel. Mm -hmm. Je gaat mensen en jongeren blijven motiveren. En dat is er niet voor ons, joh. de? heb jij het gezien? Nee, Ik vraag het, daar jong. Maar actie, no, nou, ja, eventjes, je weet het de, we moeten die jongeren nooit in de steek laten. Om te motiveren is dus, met dat, eh, weer wanko wie is, wie, is, wie is in een gebruik in direct Big Het is ontstaan als volwassenen om mensen te, te motiveren. Of die kinderen te motiveren, doe het safe. Waarom praat je zo biggie over die movement? Omdat ik zeker. Hoeveel, hoeveel mensen heb je? Duizenden mensen. Het is een movement van acht maanden. Dat ik al ik heb duizende, hoeveel mensen ongeveer? Duizenden mensen. Je hebt een movement zo so op You're the next one pa kito eh. Say kita ka play, me go play. Ideng takas kilt fu 1.5 pen faith mil yun sa mi wan pa itak mo hore hoon imi ide lembo. Ideng takatori dat ne hat mi. Misa kisponsor, ki sponsor alam asa be pir fu tak damau dami baka. No amano yep mi Disa movement, al disa mensa soap na da pro brenga. Ika to ya sah. Alam le masambe be tak debo baka. Ya toh. Mesa be ye de stikar. Stikar wel toh dat na libi ba malto. mal to you komite ba e na libi sma sabe ba instant na you one day na de nasla you sabi i tackle that take me le mo no me, me movement disi temp tak na tanga benalan temp tak tanga galibi like a movement, movement, movement disi di inom di 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 contact movement movement da da ya gwe eh? want Movement. Maar als je dan if you ask, if you ask me of ik me heb dan moet ik tijd Is voor ik wil weer... Oh, je, <laughs> de, je zegt je bent maanden... Je, je zegt je bent maanden bezig. Maanden. Deze movement... Hoeveel mensen heb je? Duizend? tweeduizend, 3000, Drie duizend meer, duizend. Duizend, meer dan, dan duizend? meer dan vier mensen. Meer dan vierduizend mensen. En waar gaat die movement? Overal. Alle weken. Je onderschat me weer. Onderschat je nie. onderschat me weer. Nee, Aladel me sorry, het tak gaat, na blam. Het, het gaat niet om mij, mamie. Ik wil, ik wil meer uit je halen. Dat is mijn werk. Luister. Dus ik ga je alle vragen Luister. stellen. Je, 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 je vergaat het wel met die Zeker. 4.000 mensen. Ik ben mensen. elke dag. Nee, niet met 4000 mensen. Je hebt groepen. Je hebt verschillende buurten, je hebt verschillende districten. Je hebt Kamelweena, je hebt Rango, je hebt Abarakbroek, je hebt Flora, je hebt Fleet, je hebt Blogger, je hebt Tonchi. je ik heb 11.000 mensen uit NDP gehad. Nee, maar dat is aan het Wanneer ik over iets praat, iedereen kent me zo. Ik praat realistisch. Ik heb tussen de 3.000-4.000 en mensen. Tussen 3.000-4.000. Zeker nu. Oké. En zijn het mensen van politieke partijen? Of zijn suifende er... stemmers. Mm -hmm. Zijn jongeren. Zijn mensen die scholingen nemen. Uh, met studenten dus. Ondernemers. Je hebt mensen zelf van de VAP die nu achter me staan. En met die movement wil je mensen. Wil je met je... deze movement ga ik een politieke partij ondersteunen voor dit keertje. Mm je hoeft me niet te vragen, want ik ga je nog niet zeggen welke politieke partij. Maar ik zou so, een slechte presentator zijn als ik hier niet zo verhaal. Ik weet het, maar ga je gang, dan word je een goeie. Nee, nee, ik ben al een goeie. Oké, okay, Tjago. Maar gaat me niet zeggen. Mijn vrienden nog ook boe. Maar ik heb geen visa nodig. Nooit. Limbo, isweyre, me aswaki. Aswaki, ieder zeker. Nee, maar. Ik heb niet ben met beginnen. Maar zwakkie. Maar zwakkie toch? Ik heb een door. Maar zwakkie. Maar in ieder geval. Hoe lang ben je met die politieke partij bezig? Ik. Hmm. Ik ben nog niet met ze bezig. Je hebt ze nog niet benaderd? Nog niet. Maar heb je één of meerdere. Ze hebben me wel benaderd. Dat is het verschil. Oké. En uh, zijn er voor, heb je voorwaarden? Zeker. Want ik heb ik eigenlijk. Het is dat je niet met de VAP of met ABAP, want je zegt je wil die regering weg. Zeker. Sowieso die twee niet. Dus die twee sowieso. sowieso, sowieso die twee niet. Sowieso dat zeg jij. Hmm. Dat zeg jij. PL dus, PL dus wel. Dat dus zeg jij. Niet. Nee, maar jij moet dat zeggen. Want Limbo je je hebt, je hebt me gehad. net gezegd: je wilt het uit me halen. Ik ga maar, je niet zeggen. Maar je bent toch niet hier gekomen om Shitori met me te bespreken? Ook toe. You Weet know? je Ook toe. Dus alle partijen, wort... alle partijen behalve ABOP en de VAP. En, mm -hmm. en voor de rest, alle anderen, daar moet je nog mee praten. Of praat je al met iedereen? Ik of twee. praat al met allemaal. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik praat al met allemaal. Ik heb met nieuwe politieke partijen gesproken, Limbo. De nieuwelingen. Ik heb ze een hele belangrijke vraag gesteld. Wie is en gaat jullie presidentskandidaat zijn? Niemand wil het me zeggen. Nou, ik bang aan jou. Ik kan nou van aan het doen. Nee, maar ik moet weten voor wie ik strijd toch? Ik, wil weet, ik moet weten voor welke politieke partij ik ga. En als ik in een politieke partij ga, wil ik weten hoe groot ik voor je moet kunnen praten toch? En al die partijen. Niemand heeft het nog gezegd. Niemand wil het me zeggen. Maar iedereen wil me wel geld geven om het te leiden. Om wat te leiden? Die campagne. Mm -hmm. Maar ik wil weten toch. Wie is nou Julembo, Hoe, hoeveel toch? Hoeveel gesprekken moet je nog voeren? Nog drie gesprekken moet ik voeren. Maar zeker met één of twee of drie partijen ben je vergevorderd? Zeker. Zeker. wat moet ik onder vergevorderd verstaan? Wordt het wo wo de wo was niet of wordt just. Uh... Sowieso ga ik de partij ondersteunen. Onder bepaalde voorwaarden. En een van die dingen moet zijn. In deze vijf jaren. Vanaf 2025 tot 2030. Als ik zie dat naar Sam Krabita mentaliteit in Abi. dan ga ik je wel voor zetten. Dus dat partij. Die partij. Ook al ben ik jouw partij. Dan moet ik eigenlijk nagaan. Of de na ASM-krabita mentaliteit abi. Dan moet partij, you, ik voor mezelf nagaan. Of partij. Volgens jou. Je abkrabita krabita mentaliteit. Ik heb ik het over de VHP. Ik, oh. ik heb het oh. over de VHP. Okay. De krabita mentaliteit. En mm -hmm. een krabita mentaliteit is. Je bent zoveel so leningen gaan nemen. Waarbij. Je nog steeds zeggen, er is geen geld in kas. Dus daar heb ik het over de VAP. Dus als je een krabita mentaliteit hebt, waarbij het volk alleen moet inleveren, heb je te maken met mij. Hmm. Als je dit keertje, waarbij we zoveel gelden naar binnen gaan genereren, alle gelden voor jouw eigen mensen gebruik, ga je met mij te maken hebben. En met mij te maken hebben we het over Suriname. Maar in het contact met die partijen, of met de partij, ik weet niet. Uh... Is het alleen Pakitovo die dus voorwaarden stelt? Of hebben die partijen of heeft die partij ook eigen voorwaarden op tafel gegooid? Nou helemaal niet. Ze hebben geen voorwaarden naar voren gebracht. Waarom? Zolang je de mensen maar brengt. Nee, het gaat niet daarom. Mijn belang is altijd volksbelang, landsbelang. En dat is voor mij belangrijk. En dat zijn een, een van de belangrijke punten die ik naar voren heb gebracht. Dat ik like, kan join UNO, ik kan ondersteun UNO. Maar alleen als er voor land en volk gekozen wordt. Het is genoeg. mijn maand die toomst langer. Om een jaar is Om een jaar is Nu is het tijd. De, de ammoniconono, oil. En alle de organisaties die ondersteunen. Moet het komen naar het volk. Het volk namen moro. En dat één dat belangrijk Aks Als je dat niet kan doen, dan moet je het beamen. Oké, okay, uh, als ik naar dat, naar dat plaatje kijk, Pakito. Ja. ABOP, VAP, uh, Lekveitaki, de Marandadin niet. Toch? Mm -hmm. En ik onderschat geen enkele partij en ik hoop niet dat andere partijen zich gepasseerd voelen. Maar de enige partijen die, uh, nogmaals, heren, want ik krijg iedereen hier over de vloer, dadelijk worden mensen boos van. Oh, dat is het. Dat is het een pro-takkie. Oh, je moet je aan. dus eigenlijk. Ik vond een pro Op 26 mei heeft iedereen nul. Toch? Niemand is groot, niemand is klein. Op de dag van de verkiezingen. Everyone, nul. En daarna, later in de avond, doe je door wie groot is. Zeker. Maar als we traditioneel naar denken, dan zijn er nu twee partijen. NPS, ABOP en via eruit, toch? Uit, uit jouw ding. Dan zijn er twee partijen. Je hebt NPS je hebt NDP. Ja? Dan kijk ik naar nou, jou, nee, natuurlijk. Wie ben ik om je te forceren om te zeggen wat je niet wilt zeggen? Nee, je gaat me niet Maar ik zit, aan, ik, zit aan, ik zit aan deze kant van de tafel, dus nee, je ik ga gaat maar, aan Lambo, Je niet vragen. Jij bent minister van, het, van je eigen aard. Luister, Limbo. Heeft de NPS volgens jou voldoende potentie Luister. om met die 3000, 4000 mensen. Aansluiting te, te zoeken? Luister, er zijn bepaalde ideologieën die mm. mensen naar buiten brengen. En dat ga je altijd hebben. En ook bepaalde visies in, 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 in een programma die ze naar voren brengen. Doen, maar je leggen volgens uit. Wat zijn hun doelen, wat zijn hun plannen. En als je alle politieke partijen nu naast elkaar zet. Allemaal aan Iedereen heeft zelf de visie. Iedereen heeft zelf de doel. Maar allemaal aan Begrijp je? Ya? Ik kan in deze verkiezing van 2025 kan ik niemand onderschatten. Nee. Niet de NBS, niet de VHP, eh uh, niet de eh uh, ABOP, ehm um, niet de NDP, niet HVB. Minoman, minoman onderschat nou man omdat no no de money elolo. En the money elolo dat sponsor attack no no de. Je hebt mm. een video gezien. Alamataak no VHP olas grandioos. Met eigenlijk maar in excess zijn hebben dat no no de fawas me wai fara nga boto de full fi alamat lak ai dama na moneta ro monetak no en se onu and ache me tak ne tak nuno de dami no ma yepi wat me sa ba no de me sa honger so if you pay mama fave dusung so wat make me tagi alama de self alama international say arkina nederland amoni sa fi ap fi api ap nuno de fu panya Anop money Men yon denk tak ki, yon denk tak ki smade sa kou yon, o karaben te ki netok stem ti. Non, 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 non. Lek fareman begwen ti. Non, non, non. Yon ap fok ki senbe hori, afro wera ak trey, men dar onder wantraparte. Ya, ya. Afro wera tay yi kou yon tak ki, ek ben yifan sou. Tenbo, dis na tratori. Dis na tratori. Enche hil sranan makyere. Amouni safi api ap nou nou de. Ef uno bond ruka wang fusta mama dis gwe. Nan want tratori. Ef unoputa rasa hat na A kleur, a geur. Deze mensen zijn niet gekomen voor landsbelang. Deze mensen zijn gekomen, punt 1 om ons te straffen. Alles dat ze hebben gezegd van de vorige regering en alle leiders van 15 jaar en 20 jaar geleden, Limbo, hebben ze veel slechter gedaan. Maar het, ik, ja, ik, ik kan niet in je hoofd zien, toch? En ik weet niet wat door je hoofd allemaal is uh, uh, omgegaan, door al die, wat je allemaal hebt ervaren. Oké, 17 februari bent je weggestopt. Maar voor sommige mensen, uh, sommige mensen zullen wel eens zeggen: Van maar, Pakito gaat niet alleen maar zeggen waar hij gaat. Ja. En daar moeten we respect voor hebben. Misschien is hij er nog niet klaar voor. Of misschien moet hij nog enkele gesprekken voeren. Maar meer zeker dat ik gewoon plezier onder een boom of in een bar of gewoon in een woonkamer. A man doen aan een vrouw, Letitia op zijn schouder en hij zegt van Letitia. Eén ding, hij gaat het misschien nog niet zeggen, maar bij NDP gaat hij nooit. Want zijn, zijn, say, that... zijn opstelling in de afgelopen periode, hij is een van de trekkers geweest in de, om in, om in zijn termen te, te praten, de beweging tegen de NDP, de vorige regering dus. Zeker. Sowieso gaat hij niet. Daar gaat hij zeker niet. Dat zal say. de man tegen Letitia zeggen. Gelukkig heet mevrouw Hele tijdje. laat dat duidelijk zijn. Toch? Maar ik ga, je, ik ga je eerlijk zeggen, ook al is het mijn partij waarin ik zit, en misschien dat ik de mij blunder, ga ik op straat. Het probleem hier in Suriname is, Toe deen nou groep, we vredef tak komita tak i fout. Dus ik kan niet elke politieke partij gaan. Niet omdat ik je naar je puntjes puntjes stuur, betekent dat ik het niet met je meen. Wie is in soort partij mee go? Ik ga je zeggen, als je, als je fouten, bewegingen maakt. Dus ook al heb ik de NDP of de VAP of de NPS uitgescholden in het verleden. Het kan anytime met elke partij gaan. En, okay, dat, dus, doet een, en dat doet een goede vriend. Een goede vriend zegt je wanneer je fouten maakt. Een dus, goede vriend zegt je van, hé, hey, je moet ophouden hiermee. Dus om de juiste conclusie te trekken uit, uit, wat, uit wat je het nu zegt is, abop en VAP. De zien. Maar het is niet zo dat je... A movement nog kan vinden aansluiting bij NDP. We, a movement kan ook. Wie is samsa. In a a verleden. Het verleden. Ik heb nooit van geschiedenis gehouden. Mm -hmm. je hebt me, je hebt me dat, ik ken het verleden, maar ik hou me niet bezig met het verleden. Ik hou me bezig met het heden. Ik hou me bezig met de toekomst. Als ik NPS, de VHP en de NDP heb uitgescholden in het verleden, gaat het altijd terecht zijn voor hetgeen wat ze hebben gedaan. Mm -hmm. Dat is naar de Buriassa de Oma City. Dat is nog bij die dat de nooit mocht. Trillion, procent ook tak altijd. Maar we ben zo die ik volle keer Dus NDP kan de, de apart? Alle partijen kan de apart. Niet alleen de NDP. Alle partijen behalve de VAP en de ABOP. Ja. Ik zal me nooit aansluiten aan een partij die op dat moment aan de regermacht is. Ik ga ze uitschelden en volgende verkiezing ga ik ze joinen. Dan ben ik een verrader. Ik zal dat nooit doen. Ik zal ze nooit uitschelden in deze vijf jaren. En bij de verkiezing zie je me op hun lijst. Dat kan niet. Mm -hmm. Begrijp je me? Dus uh, het kan en die partij partij uh, zijn, Limbo. Ik zie dat je hebt geprobeerd. Mijn complimenten. Nee, nee, nee kijk, kijk nou. Nee, nee, nee. Het gaat niet om proberen. Maar het is kostbare centen, toch? Zeker. Dus als je komt moet je iets te vertellen hebben. Je kan niet gewoon zeggen van maar Limbo, ik ben met een movement bezig. En, uh, Zeker. Deze wil, movement wil, wil toch? meer uit je halen toch? Limbo, een movement die zich. Ik wilde dat limbo nu no, niet no, hebt. Een movement die zie heeft un ondersteund. Als Anga alle ik nabakami. moeten jullie niet schreeuwen. Als ons medische sector nog meer achteruit gaat. Als friends and family nog steeds doorgaat. Als de criminaliteit nog erger wordt. Dat kinderen en mensen worden misbruikt. Dat kinderen en mensen worden doodgemaakt hier in het land. Weem kort klaar gaan. Maar wat is het verschil tussen deze. Hoe heet je movement precies? Heeft het de naam? A movement voor pakito. A movement voor pakito. A movement voor pakito. 2025. Ik hmm. kan schrijven wat je nog schrijft. Ja, en a movement op one color. A movement a a a a kleur, een kleur kleur als movement op drie of voor kleur. Eerste kleur, nou weet hij wie is Gary? Ja, groen. Ja, groen. Hmm. Dat is een kleur voor Hoe gaan kans nemen op deze partij waar ik ga? Hoe ik een kans? Geen zekerheid. Als je kijkt alle de van de movement, dan is nou er zekerheid. Maar we gaan er het beste van maken. Kan ik jouw movement, zo aan de vooravond van die verkiezingen, vergelijken met de andere movement die we. En dan ga je misschien, misschien van me vervullen van je klets dan gaan verleden. Maar je hebt verleden, leer je. En de mannen zeker, zeggen, die mannen zijn vaker. De geschiedenis herhaalt zich. Kan ik deze movement, een movement voor Pakito, komt het overeen, de gedachtegang, met de movement van Stem Slim Savia Yasrun? Nou, ik heb nooit, kijk, een movement is Stem Slim. Toch? Ze maken mij zo boos. Een movement die naar letterlijk voor Yaghi Demandisi. Dat was Stemslim ook. Oh man, Stemslim is bewust maken, Walosani ertussen. Dit is, is, dit is persoonlijk. Omdat deze president heeft gezien hoe erg ze het hadden bij de vorige regering waarbij er een andere leiding was. Neem ik aan. Ja, er was een andere leiding. En dan nu zie je ook, Lembo, dat ze het viermaal erger doen. Ik kan nu in mijn inbox gaan. En ik wees je meer dan 400 berichten waar mensen me geen geld vragen. Weet je wat ze me vragen? Pap. Het de actie money nou dat ik niet is maar de actie money toen Pap. Dat is mijn actie. Pap, pap. Pamper. Dat zijn het werkende mensen. Begrijp je me? Dus een movement die zie. Bradangas, Sasei, Arki. Oudewa movement. Voor win, grandioos. Je mag tekens. Twee tak grandioos na 30 plus zetel, gualochtus, jom winnen. Alles of niks, doordrukken. Dat wordt deze movement. Maar wat vind je, Pakito, uh, wat je bent met de verkiezingen bezig? Ja. Vind je dat je een partij de absolute meerderheid moet geven? Zeker. Is dat goed voor het land? Zeker. Waarom? coluka farki zijn ditsie ja ya, de nps die heel wat goede punten had hij had ya, toch heel wat goede punten had en heel wat goede dingen wou doen in het verleden ja ya, dan mijn chat de matere wanneer je ya combinatie forum dat is gebeurd is abito de chat alade futufu nps en dat kan niet toch dus deze verkiezing moeten we grandieuze winnen En deze verkiezing gaan we ook grandioos winnen, mensen. Begrijp je? Omdat het niet zo kan zijn dat de jongeren geen toekomst hebben. Het kan niet zo zijn dat alleenstaande moeders het zwaarder hebben. Het kan niet zo zijn dat de criminaliteit erger is geworden. Het kan niet zo zijn dat u op mijn president zei... Heer die aan mijn vrije. Heer die aan mijn tik taxi. Maar die afvorige regering bedwing na zijn president ja begreep je deze movement die we gaan creëren is een movement voor opportunities is een movement om Suriname beter te maken zoals vele mensen hebben gezien en mensen hebben gehoord toch in de media luuk hoe binnenland we moeten anders gaan denken nu toch Binnenland is nu helemaal bepaalde prinsen op stroom. We moeten anders gaan denken. Als we leven nog steeds met hetzelfde systeem. Wat we nu moeten gaan doen voor het binnenland. We moeten zonnepanelen gaan installeren daar. We moeten kennis gaan nemen vanuit het buitenland. We gaan connecties moeten opbouwen met het buitenland. Om zonnepanelen te installeren in het binnenland. Principe EBS noma sicci. Gaan we zonnepanelen moeten, uh, moeten zetten. A movement. A movement. Begrijp je? Uh... Ja, ik weet niet, is het, is het Hebben mensen je gezegd van doe het zo of is het uit je eigen brein ontsproten? Is, is uit mijn eigen brein. Oké. Okay. Maar kijk, als je, als je, dat ik even wil, een horse race tot de asiel long je een bed een asiel waarvan En nou een achterhoef, een achterpootnaphoef. Je hebt niet achterpoot, als. Askin ap fupout. Askin ap fupout. Wado lò lò san de tak yo. E bole bole. E da wap wante. Mwengle mwene le ap. Mwene le ap. Mwene le ap. Mwene le ap. Aforan ento. E. Mwame, mwak kom tak a san hongalatari. Ine bet isap tume ou feti. Yesi tume ou feti. Deman se bet. Ine bet tap a man. Wafan isap tak a mwola sito. Mogen RFP. Dus Dus even een verkeerde horee. Hoe dat mij op een partij te vida? De nieuwe democratische partij. Waarvan je weet, ik ga verliezen. Met een verslaafd politiek. Ik weet niet dat je gaat verliezen. Is dat je er een drie doezoos Jimmy? Nee. Eigenlijk, ik bedoel dat. Nee. Eigenlijk, je het er Waar er enige kans is om. Beter uit de bus komen. met mijn partij ga je de Ja, maar Solis, maar Arkin in Solis, als je het juiste equipment krijgt, kan je ook. In een race, dan is de juiste equipment. je snelheid! En in een snelheid, zal je het niet. Maar als je het hier hebt, het al die equipment. Dat leg ik je uit. Deze verkiezing is een gok, maar laten we, we de juiste kans nemen. Weet ja. je, koloko vaak go.

man na som mil kwa spa edema. Dat soort verkeerd van me zijn als ik zo zeggen van de man Taboy en asani Hatama, wat dan die man die man was opgesloten Hij is no, Hij, toe. hij is, gevonden, is pakito uit op ratnem, Lembo. wraak nemen? Limbo. Limbo. Dit doe ik voor mijn land en voor mijn volk. Aw wraak samen teek ja na amang sa abascheiding na ma idee, sa descar Santoqui. toch? Ze belooft een volk dat kan maar bedoelen maar En dan komt hij nu op tv hij legt uit dat hij. Hey. Na het laatste jaar is hij Wat dan maar is dat kan maar Maar na het laatste jaar is hij ons doen, namen, tak, we nog deze vijf jaren nodig Geef ons nog de kans. Geef ons nog meer de kans. Om ons criminaliteit die we, die we voor jullie zouden regelen. Laten we het nog erger maken. Maar ze hebben het alleen erger gemaakt. Alles wat ze hebben gezegd van de vorige regering dat slecht was. Limbo. Is verergerd. Alles is verergerd. Als <laughs> no, je 10 minuten kan staan of verergerd. Dat is niet Alles is voor verergerd. Begrijp je? En daarom kom ik met deze movement. Een movement die zich naar een grandioos toepassing moet laten zien. Grandioos. Een keus. Het is alles of niks. Mm -hmm. Oké. Okay, uh... Jamelie zit A no to we resort van Kabalebo. Allemaal drie erger. En ook. We moeten het makkelijker voor de mensen maken in het binnenland. Makkelijker. Waarom kunnen wij van de stad hier Paramaribo Limbo. Altijd mijn stel ik een Waarom kunnen wij hier in Paramaribo een lekker leven hebben? En de sma binnenland juist. Senero ko 1 2 3 e pai 3 maal ara formal Het kan niet om lu ko des manabeneland ook toe om bouwscore om bouw hospital we om te werkgelegenheid voor die mense creeren dat hebben die mense nodig weet hè eh? la my axmitak pakito ma wat moeten we doen we moeten naar productie sektor gaan dat is ons plan we moeten in de goud sektor gaan een staatsgoudbedrijf suikerbedrijf wat Guyana pas heeft geopend Begreep je me? Wamuta moeten investeren in landsbelang en volksbelang. Waarom moet alleen Suriname en alades desma zijn die kondre, zijn desma wan dat moest alades slag. En alle desma hoegenaamde man, ze hebben plek van Aya, de man dat in reizen de man in de Nerokoboen, de En milik wan nationalist, like Surinamer, milik wan activist en politicus, minotana wan zee. deze mm. movement die we ...is letterlijk om deze man grandioos naar huis te sturen. Maar uh, wanneer zal, zal de movement meer naar buiten treden? Volgende week. Of volgende week? Ja, al, al het voorwerk is al gedaan. Maar wat, wat, wat is het voorwerk? Is het voorwerk... Spreken, is het? Ja, er, er, gaan, er gaan gesprekken komen. Ik heb gesprekken met honderden mensen, zoals je weet. Ik praat over districten, aanstaande... Of komende week ga ik naar Galibi. Ik ga met kennis aan een kapitein Die mensen zoeken naar nieuwe, nieuwe mensen in politiek... Begrijp je? En de man benader me de man tegen me dat ik nou pak het knap nou baka. Jij bent ons stem van het volk. Op Dus uh, die movement die dus aansluiting zal vinden bij een politieke partij. Ja. Yeah. Jij ye moet een um, plaats op de lijst van die partij. Zeker. Di okay, 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 oké, okay. oké, so, oké. Zeker. Dus in ego, in ego, join, join, ko. Zeker niet toch. Apartheid moet spotten op de lijst. Zeker, ik was stem van het volk. Ik was op. Zij zijn

ik ga bij ik geen enkele partij aansluiting zoeken. Yeah. En ik zorg ervoor dat welke regering dan ook komt, yeah. rekening houdt na dat ik van organic bij de BDB'ers van spreken. Mm -hmm. Waar organisatie zegt Betty, zonder aanzien van persoons, Aan mij bitty. koers, uh, prijzen. Aan mij Betty. Isabi dat. Waardoor een regering, ik hoor rekening, en waardoor de regering nog kan takie de organisatie in liever kritiek of met voorstellen komt, dat kan die regering niet zeggen. Het, is, het heeft een politieke agenda. Het is een, het is een vrij, onafhankelijke beweging. Voor Suriname. Die elke regering kritisch begeleidt. Luister, Limbo. Sinds je zat me, je zat meer mina en politicus. Sinds je me. Waarom denk je dat ik acties meer samenvoer met niemand? In een volgende model omdat bepaalde mensen te de man begint bekendheid, beginnen het naar hun hoofd te stegen. Ze so we weten niet om te gaan met populariteit. Toch? Ik ben niet meer een limbo. En ik ben niet meer in een limbo. Ik ben We doen het samen. Maar ik wil niet meer met veel kapiteinen op een schip zitten. Ook al in welke politieke partij ik ga. Wat fout is, ga ik blijven zeggen dat fout is. Het probleem hier in Suriname is, wanneer mensen in politiek stappen, wiens a politieke partij van mij kwam fout, ze spreken het goed. Dat is het probleem. Maar ik ben altijd neutraal. Dus dat betekent, ik moest alles van de pro moest ik respecteren. En als je het niet hebt, je bent niet de partij voor mij. Ik heb gaan troepen als de partij, maar jij bent niet de partij voor mij. Ik ben voor die mofinas, doe ik dit limbo. Ik doe het voor de ghetto, maar doe ik de potisme. Maar. maar doe ik dit, maar de maar Daarom, me ik, ga in, politiek. ik ga in politiek. Ik ga in politiek omdat ik Suriname wilt maken tot een productiesector, een productieland. Dat is wat we nodig hebben. We moeten zaken doen met het Caribisch gebied waarbij de vissen naar binnen komen en waarbij we onze schulden kunnen betalen. We kletsen om de hele tijd geld te lenen. Hoe moet ik money now. Emesa mais ça bah qui qu'elle est imbloquée dans Mister Mas ego en politique parti. De mano ap na boom boom scare man. temtak tak scare na scare. Te de mai de wagi anga kafoul de mai if de mau doro of need. Empty empty de mande. En dis c'est self de mais ça on est en de bakagi de, de baka potisme. Gado estraf you. Ina shi tak win samedu. Look pe mes donu no, no dengaye. Face you mes dolembo. Wie zou mij doen omdat ik het met mijn geheel haar doe? Niks, fuck of me. Alles gaat goed, alles blijft goed. Begrijp je, me? Ik doe dingen met geheel mijn haar. Gado, ap mi bakkalik. Gado, dik. ik, alles dat ik doe, roep ik Gods naam. Dat is goed, dat is goed. En ja. alles dat ik doe. Zelf in een protest voor 17 februari, met dat gado. Ik laat het voor jou over. Lukt is misdoen, Janou Ja, oké. Nou iedereen, je mag, je mag trekken, je bent Surinamer, dit is ook jouw land, dus wie, is kan, land. Je, wie kan het je kwalijk niet. Ja. ja. Maar Itaki, kaptein kapiteinen op een boto. No, dat bestaat beweging. niet. Nee, nergens! Maar niet. heb je, heb je uh, toch wel bekende mensen al in je beweging? Nee. Helemaal. Ik, ik wil niet meer met bekende mensen werken. Ja. Minawani! Wani! Oké, okay, dan want net niet bij actie. Net niet actie van hem kan schrijven. Nee, <laughs> no, ik wil maar niet. Maar ik weet dat iedereen je, dacht, je Nee, maar je begrijpt me met wat ik bedoel met kapitein. Mm. Limo. Begrijp je? <coughs> uh, uh, ieder mag meedoen met die movement. Nogmaals. Toch? Maar ik ga je. Omdat, look Jij bepaalt. Zeker. Waarom heb je Om die dictator? Ah, no, dictator. In landsbelang. Mm. Omdat ik even moet zeggen dat ik correct heb. Correcte de moet no mo eigenlijk dan al da woedore, McDonald's, naar McDonald's. Da nee, re, re, Dat je me ook da met nee Dat twee weg is wanneer je samenwerkt hier in Suriname. Ik kan alle mensen organiseren. samen. Maar, 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 maar dat is toch niet slecht want dan krijg je toch verschillende inzichten. Ik heb geen tijd daarvoor. Je wil alleen jouw doen. Nee, de inzicht voor het groot plaatje, dat is belangrijk. Mm. Mijn inzicht zelf is niet belangrijk. Wat eerder kan gebeuren om ons doelen te bereiken, dat is belangrijk. Nooit in een shitak om emang man een borie no? in een Nooit aan je want iemand wil magie zetten, iemand wil geen magie zetten. Maar ik wil Je borie, lieve man. in dat eten? Wat? Om deze beweging groter te maken. Wat ga jij zeggen? Het belangrijkste wat we nu moeten hebben in Suriname is eenheid. Eenheid en de waarheid. En ze eerlijk vertellen dat dit dat we gaan doen is de laatste kans dat we gaan nemen. Als ik zie dat deze verkiezing, dat deze politieke partij een krabita-mentaliteit heeft. want ik ga deze politieke partij deze vijf jaren ondersteunen. Als ik zie dat deze vijf jaren deze politieke partij. Een Krabita mentaliteit heeft, limbo. Dan heb ik de nieuwe politieke partij ondersteunen. De oude politieke partij ondersteunen. Dan wordt het tijd dat ik mijn nieuwe politieke partij zal moeten oprichten. Hmm. Dan kan niemand zeggen dat ik het niet probeer. Me probeer. Even een vraag. Uh, misschien ga je hem zeggen, dan moet je hem zelf vragen. Maar staat Curtis dus, niet met jou in pro? Zeker. Hij nee, is eruit stap? Oh, geen idee. Oh, okay. Geen idee. Ja, ja. Dan moet je hem zelf vragen. Ja, ja. dacht ik al. Ik ga de reacties lezen. Uh, of gaan we toch een paar telefoontjes toelaten? U mag bellen en u mag. Uh, nog wel dat met de app doen hoor, want. Mijn kost-president met allerlei bedreigingen en zo. Daar heb ik heel bij in vrede. Nou, nog vrede, maar. Ik wil geen rommel in die uits. Die hier dat je dat iemand schreef. Bent u bereid, meneer Pakito? Mm -hmm. Om toe te geven dat de vorige regering het beter deed dan de huidige. Mm -hmm. Vind je dat een moeilijke vraag? Zo is een makkelijke vraag. Ze hebben het veel beter gedaan. De vorige regering. Dat het is veel beter. Maar dat me, me leg allemaal uit. Je moet eerlijk zijn en neutraal over zaken. Mm -hmm. Begrijp je? er zijn te veel partijdige mensen in Suriname. Ja. Oké, okay. uh, heb je kinderen? Ik ben heel erg een. Uh... Voor mijn persoonlijk leven. Hopelijk neem je het niet. Vind je het niet erg? Nee, maar. Dank je wel. Je, je, je woont langs de straat, jongen. Dank je wel, meneer Limbo. Bedankt voor de bel. Dus je praat niet graag over je persoonlijk niet leven? Niet over mijn persoonlijk leven. Mm. Ik moet het respecteren. Ja. Maar reden om politiek. Nee, wat, wat je hoort, hoor je. Ik mag je nou een maar je Zal hij sterren, wil ja, visie, dat is geen visie. Nee, maar Lembo, hey. dat is niet jouw sterrenbeeld. Nee? Nee. Maagd? Wat bedoel 13 augustus. Ja. Ja. Hmm. Ja. Oké, okay, Paquito zei ik praat niet graag over mijn persoonlijk leven. <laughs> maar dan mijn persoonlijke zo. Limbo. als je goed geluisterd hebt, heeft Pakito aangegeven waar zijn movement naartoe gaat. Hey gaf aan. Uh, hij gaf aan dat de NPS goede bedoelingen had, maar doordat ze niet de absolute meerderheid hadden, de man schat NPS voet Dus deze persoon zegt: als je goed geluisterd hebt, dan da, tak ik papa mee go in movement. NPS. Zo so mama, you dat mee gaan naar NPS? Nee, ik heb nog niemand gezegd waar ik ga. Mm. Oké, okay, Lemba pakito praat dom. Ja, maar je zegt niet waarom. Eén uh, ding vraag ik me af, meneer Limbo. Als Pakito beweert dat hij 4000 man op de been kan brengen, waarom richt hij niet zelf een politieke partij op? Uh, 4000 man mobiliseren om elk minstens drie familie, vrienden en kennissen mee te brengen naar de partij. Waarom gaat hij. Een protest organiseren om op de man te spelen. Daarmee kan hij minstens twee tot drie zetels binnenhalen om mee te regeren met de coalitie. Ten eerste, het is geen protestactie dat ik ga organiseren, mi lobby brada of lobby samina sabi. Het is een movement dat wij gaan creëren om met al deze duizenden mensen, natuurlijk meer, um, een politieke partij te ondersteunen. Dat we met al deze mensen naar de politieke partij gaan. En ik begrijp het administratief misschien ook te laat om een partij op te zetten. Zeker, administratief relatief op een, 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 een politieke partij. Je gaat heel wat dingen moeten betalen. Als je 750 doet, dan is er een probleem. Dat is een probleem. Het is een probleem het is, een probleem, ik, ben laat, ik ben te laat. Er zijn situaties met last minute met mij me gebeurd, waarbij het niet kan. Dus ik ga wel een politieke partij willen ondersteunen om mee bijdrage te leveren in de komende verkiezingen. Uh, <kly> ik lees verder. Goedemiddag Limburg. Er uh, is niet voor dit moment. Welke politieke partij, de SPA? En daar vraagt mij hier met dingen over Cameron, maar alleen dat ik weet het niet. Uh, met welke underdog ga je in C? <coughs> Daarna, uh, Gaddel zit in zo'n so 17 februari, als je zo op God hebt vertrouwd. Mm -hmm. Tikkelig vago. vago. Hij heeft niet gezegd waar hij gaat, maar de partij met wie hij gaat samenwerken moet het toch al weten want hij wil op de lijst. Zeker. Dus gesprekken zijn dus al gevoerd zoals. Er zijn al gesprekken gevoerd zoals ik heb aangegeven. En de partij al... heeft al toegezegd je komt op de lijst. Nee, ze willen maar allemaal op de lijst. sowieso mm -hmm. Maar ik heb bepaalde regels. no mandi mi kondre, no, la, no mandi mi people. Om na tayo had mi toch. Daarvoor doe ik het, uh, Lembo. You ang ami fa politike roko. If na o mi botek mo, ni mi botek ke o, o langa. Bakreep yo? Er moet een neutral persoon zijn, Lembo, eerlijk is eerlijk, die zegt van, hey, zij rekreep sa. Dit is fout, dit is goed. En ook al ben ik met je in een team, Ook al ben ik met je in een organisatie, ook al ben ik met jou in een politieke partij, als het fout gaat en als zaken fout gaan, ga ik het gewoon zeggen. Meneer Lembo, <coughs> zonder van uw zendteet, Pakito probeert aandacht te trekken met een nietszeggend verhaal. Minolo, zegt John Pa. Big up, John Pa. Alafasi. Uh, meneer Lembo, de president heeft zijn race verlengd en is nu naar Miami, moet hij dat niet eerst aan het volk melden? Het is vermeld in een persbericht uh, hebben gisteravond gehad dat het verlengd is. En dat hij nog naar een eiland gaat, hè? Wat niet gezegd, ja, maar wat ik me ja. afvraag is, heeft hij dat besluit genomen toen hij op Curaçao zat of was het niet al lang bekend? Nou, dat had hij dan toen moeten zeggen toch, ik ga weg voor lange tijd. Maar er gaat natuurlijk kritiek komen op de president voor dit, voor dit ding. En ik kan dat begrijpen. Goedemiddag, heer Pakito is veroordeeld. Waarom doet hij alsof er niets aan de hand is? Iemand met een strafbad kan niet op een verkiezingslijst komen. Of denkt hij misschien dat het normaal is? Nou, de wet is nog niet ingenomen dat weet meneertje toch, of dat weet die mevrouw wel toch? Of niet? De wet nog te kennen, dus op een week nog bos doodrapen, toch? Is Pakito eens met de ethische code van mevrouw Simons van de NDP? Gaat hij daaraan kunnen voldoen mocht hij de NDP ondersteunen? Wat is de ethische code van mevrouw Jenny Simons? Er zijn een paar dingen. Ze zegt bijvoorbeeld, uh, uh, wat ik gehoord heb hoor, uh, is dat ze steeds uh, op elk forum zegt van if u geen probleem met justitie? En dan kan ze goed sturen UNO, want we gaan de andere kant op Oké. Okay. Dus als iemand bijvoorbeeld in de fout gaat, okay. je hebt gestolen, hij wordt gezocht okay. of whatever. Dat is iets waarachter ik kan staan. Begrijp je? ik weet niet als dat de is. Als dat het is, limbo, dan kan ik erachter staan. Maar als we praten over die case van 17 februari, waarbij ik gebruik heb gemaakt van mijn democratisch recht, waarbij er een koep intern is gebeurd en ik in aanraking ben gekomen bij de politie, is het is dezelfde situatie van de pro. Dat kan ik niet daarachter staan. Schrik je nog wakker van uh, de beelden? Als je oh nee, nee, nee. Spraalt. Het is een van de geweldigste ervaringen van mij. In mijn leven. Dit maakt niemand mee. Het was, je... was een aparte dag. Wat? Ai, Milo Moet je eerlijk, het is, ik kan erover praten. Het ligt op een ander land. Ai. Dus die de een Panya foto. Het enige wat ik zei van Gado, Ida -mi Ida -mi -baka. ik laat het aan jou over. Maar weet je, heb je gewoon voor jezelf of. Je weet, we zijn in een klein land toch? Ja. Iedereen kent iedereen. Ben je in contact geweest, in whatever way, met ondernemers wiens uh, zaken geplunderd zijn? Nee. Ik heb heel wat interne zaken wel betaald. Hmm. Heel wat dingen die zijn gebeurd, heb ik wel betaald van, van bepaalde mensen. Ik heb, ik, als ik alles moest betalen, zou ik op een schuld komen van 87 miljoen. Ze Zeker. Weet je, ik heb daarom ook um, vond ik het jammer, omdat ik ook zelf ondernemer ben. Ik ben ondernemer van 7-5 zaken. En ik vind het pijnlijk en zielig wat is gebeurd die dag. Zonder meer. Maar, ja, maar bepaalde zaken waar ik mijn handtekening heb geplaatst, zoals de truck, zoals de DJ, zoals de set, zoals die gearbox, zoals alles. Moest ik voor betalen. Er zijn zelf situaties geweest waar ik duizend SAD per dag moest betalen. Nou, ik ken je niet goed genoeg. Uh, en de man nog nos tri, poti anugogi, feia. Maar het zou vreselijk zijn als dat inderdaad je bedoeling was om winkelpanden die niks met het beleid van die regering te maken heeft, ja. te, te vernietigen. Dat vond ik wel een vreselijk ding. Hoor. Ja, ik ook. Maar. Wat kom je doen met wapens? Wat kom je doen met een lullabal? Wat kom je doen met een 9mm op een protest? Hmm. Dit alles is een koep dat is gepleegd. Ik heb vernomen dat er ook mensen zijn geweest die soekroe zaten te verdelen. Soekroe is een druksoort dat ze in waterflessen zaten uit te delen. Sorry. Maar denk je niet dat, uh, zoals het aan toegegaan is dat die, die actie is gekoept, dat het eigenlijk een soort bom heeft geplaatst? Ik heb het gemerkt ook daarna. Ja. <coughs> Andere pogingen die ondernomen zijn om te protesteren, ja. hebben mensen gezegd: van je niet, doe meemoor, want ik wil niet weer betrokken worden of raken bij zo'n eventuele herhaling. Loco op protest Samsa, 17 um, februari, uh, Limbo, wij mochten niet naar huis gaan. Dan moet ik even. Even mino rijp foto foto aan het truc. Dan Dat was het. A, a driver. A driver, brother.

Begreep je? En dat is mijn situatie nu op dit moment. Oké, okay, ik lees verder. Wat <laughs> uh, oh, is Oudbere. Ik ben niet eens met wat Pakito zegt. Als je het waka weten, zou je dan moeten weten dat. VHP nu aan elk huishouden <coughs>, 100.000 dollar geeft. Dat is het resultaat op dat. Ik begrijp die zin niet hoor. Nee, ik weet wat hij bedoelt. Eén, op basis van dat Jan. Oké, uh, ik weet niet eens een is. Ik weet niet of die etnische toer. Maar, mm -hmm, en, uh, twee, het feit dat Kriolen no. en zijn mm -hmm. in de middel zijn. Hoe zei Wat niet wegneemt dat ABOP en VHP hun traditionele kiezers gaan behouden. Maar terugkomen in de arena werkt niet en bestaat niet. Tenzij partijvoorzitters ons verraden, die nu op de huidige regering afgeven. Ik denk, er En Bordeaux moet nog heel wat namen noemen. Dus, aklik, voor nou klari. Dus, pak het nou fijn werk, Audu. Fijn werk, Oudu. En fijn werk, Daarom, kijk. Barada nga sa arkimi. Alas masabe mandi di tap uktu. El alama masay ti intern. Lu mino no konf E konfu ap feyanti. en a movement disina om dat akondre no mamoro. Akondre klari. Mi kon ja movement en a movement dis o por wo go por wan parte in samogo uktu. Uknabba bakami

if chan bo a a a a a roko fama bo fasi of bravo na me no bo ja da sok sokkena. ma anego brada ngasa a movement di sok kwan chitori na dusun dusun sma na ghetto youth na student na ler na na desmaf ina mi di sa uh, na de be chauffeur na de hostel mang, na de alin standard mo na de serana na de datra alas ma fa kondre a movement dis osor gu pewego Isa Mi no wa fight no wa maere. Eh. Lembo, fam jami no wa fight no wa mang. Fam jami wa a best ga kondre. Weet je? Dus daarom a movement disi. A, alas masa a fight. Mi no wa fight uno. En mi no, mi no kon richting dat fight uno ukto. Mi lo pu ala mala. To? Mene Lembo, hoe sluit je be je aan deze movement? Kados. Heb je nummer? A movement disi. Je kan me berichtsturen op FB. Pakitos uh, Beerfleet. Beerfleet. Ik ta na numergi, gi fo movement dis fo meka movement dis komoro bigi isabitor was in contact with so block ide with district ide nogmaals alas masa edome anga movement disi, meka dewa movement fo loberen no meka chaprati no meka a movement disi na blaka maya panisi, ingi chinesi hindustani alaf befolken group fo kondre um prasa usrefi en in a brasa dis sawe gi kandra. Een movement die zo goed is, deze like, hey, mensen moeten weg. Ik heb niks tegen de president, ik heb niks tegen de vice-president, maar ze hebben het niet goed gedaan. En wanneer men iets niet goed doet, mag het gezegd worden. Ik dat toch. Dus een movement die zo goed is, een movement die zo hit naar de tratorie. Meneer Lembo, met Patito wat je Spoto: het leven in Suriname is te moeilijk en niemand heeft tijd hiervoor. Hij moet. Uh... Open en duidelijk zijn voor wat hij wil doen en wil gaan doen. En ik denk niet dat er een partij is die denkt dat ze winst hebben met Pakito op hun lijst, althans volgens de resultaten van 2020. Ik hebt niet veel stemmen gehaald in 2020. Nou, geen enkel, ik zei het ook, Limbo, geen enkel partij heeft het gehaald binnen een jaar. En als is zou doen met een verkiezing, bestonden we één of twee jaren. Bakrep yo. Um moni no parte tum si furu. Which um amasa skri fabare drape mi lobby brada of lobisa. Mi wa tegi yu tak e. Mi no up next ti ko This is how dum do esa A movement this no one man, no man stop me ang movement this. No one man, nobody. This is a movement in lands belong and follows balang. This is a movement for us to come. This is a movement that the market has met all the Alle goede dingen die ons te wachten staan. Dit is een movement voor iedereen die een zware tijd nu heeft. Isabito. Dus ik neem die man ook niet kwalijk, want die man is ook al moe van heel wat zaken. Limbo. Isabito. Dus houdt u aan. Goedemiddag meneer Lim, ik ondersteun Pakito, de NDP en NPS. Dat zijn de opties. Maar wij moeten zoveel mogelijk deze regering wegstemmen. Lugenaars en bedriegers. Uh, even door. Goedemiddag. Dezelfde conclusie heb ik ook getrokken dat Pakito met zijn movement naar de NPS gaat vanwege de uitspraak van de chat NPS Futu. Uh, toe. Lim pakito denkt altijd fris. Laat hij oppassen, want die Tarantulas weten dat hij nu niet met de politie. Dat hij niet met de politie aanraking mag komen. Laat die negatieve doemdenkers laten voor hun bekrompen imago. Go for it, zeg lieg. Maar, ja. Ehm, uh, one scenario, laai, en full lucky hier. Je hebt een beetje een toorie, ik heb een media. Er is twee weken geleden. De de heeft een beetje een boetlijn met kocaïne. In een roadblock. Hmm. Dus ze proberen alles met me te doen zoals u weet, loop ik met de beveliging. Ja, beveliging. De beveiliging. Om dit soort redenen. Omdat de massa optake een beweging die Een beweging die Een beweging die zich... Zeker, maar dat is het. je moet klaarstaan voor je een beetje die beetje Ik beetje de man een beetje een beetje een een beetje maar beetje een beetje een beetje een beetje een beetje

Hoe heeft Pakito 4000 man achter zich? Maar kennelijk weten de mensen die de movement volgen niet welke politieke partij Pakito gaat steunen. Gaan die mensen hem blind volgen? Die mensen weten waar ik naartoe ga. Dan af, de een de actie. Zo, Sani? Dan is de een actie. Dan is er een actie. Allereerst, ik heb mee... Vos luit al konumo. Walik na tu ka. Ala mabaka movement sa bapemego. Desmasabi masabi pemogo. Alas masabi. And this na last the sa aparte. A last the kan. Baka dis opo megi parte. Er halas en baka dar Dis na a. Last sa uno OGE a politika parte disi. Pemogo Pemogo last chance Tra la la dat koalitie is gevallen De NPS heeft in het verleden kans gehad De NDP heeft de kans gehad De HVB heeft in het verleden samen met de NDP gewerkt heeft de kans gehad De PL is vaker in de coalitie gegaan Beradanga sa Butegu A movement DC si. na grandioso Disome alama la op futu are going forward Ja, als scherp ooit waren. Mijn naam mag toe. Hmm. Maar mijn naam mag, dus ik kies, no, 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 you know, kies niet. Nee, ik kies niet. Mijn ma. mag. Maar die, die mita gaat kwartjes gevallen. Die kar Aladdin heeft verloren. Nee, nee, nee. Ik weet niet voor welke kwartje, je hebt. Omdat ik met mijn Rijksdaalders loop toch. Nou, ik heb wel respect voor Pakito. Tenminste, ze blijven vechten voor het volk. Curtis of Wex heeft met de aandacht van hoe moe. Zo'n bedrijf gestart, eet elke dag goed en heeft nu lak aan het volk. Laat in naar de NDP gaan, die Pakito, daar bloeien jongeren. Middag Lim en Pakito. Eh. Uh, oh, is nou ouders in deze, ja, joh. Maar wie voor Terry met Limbo? Ja, ga je gaan. Huh? Ga Limbo, FM, de one and only. De Surinamers. De Surinamers. Lemmers. Ja blemers. We komen over hoor. Ja, maar ja, Lemmers. Maar we hangt toe aan Lemmers. Lemmers. Alleen wij doen niet via een politieke partij. LEMMERS nou ja, Lemmers. Bradangassa. De bekendmaking van deze movement wordt 17 februari 2025. Dat is de dag van Paky toe. Dat bedoel ik. Nu zeg je maar iets concreets. Wie zei Maar ik moet het spannen, zo mag hij nog maar een takje toch Dus 17 februari. 17 februari 2025. Over drie, ongeveer drieënhalve maand zo. So. Drieënhalve maand. Waar vindt de proclamatie van de beweging plaats? Waar? Hoe wakker ga je de partij? Oké, mensen, komen jullie dichterbij. Nu <laughs> geeft hij <even> meer informatie. <coughs>

17 februari 2025. Apartheid is dat bigba. Aparte is, no, no, no sapete. Ja, ja. Aparte is eenmaal well lid in het bestuur, niet in het bestuur, maar in lid. Als trekker. Tracker. Maar 17 februari 2025. Eigenlijk hoef ik je niet. eens te vragen waarom heb je voor die dag gekozen? Namid namidied ook. Hmm. Namidied. Isa ba di isa ba di isa sa Tokyo Bewa ka ba kami? Bow tating. Si Fati 2020. Masuk dok Februari. Fati February. Serius? Golu ko <coughs> Di beshi chan bawa wa ka nga ala de ala de mang. Si Fati 2020. Mas si Februari. February. Februari, namidai, February na mi organi dati. Want hier heb je hem inderdaad. Die katje checken hoor. En 20, 25, 17 februari. En toen heb je hem de rug gegeven om te praten op een soort druk. Nooit. Nooit. Voor Diana? Nooit. Niet, no? Nooit. Dat was dat een andere actie. Want die dat was een C47-actie van ons. Zie dat kan. Maar niet onder mij bestuur en onder ja. mij beleid. Oké, okay, Clef. Uh, in plaats dat men deze movement motiveert of ondersteunt, breekt men het af. Laten we dit soort van zaken grandioos ondersteunen. Fijne dag verder, ik luister verder. Maar waarom zegt de persoon het woord dat men het af, Men niet. Sommige mensen, ik begrijp dat, hebben geen geduld, ze willen meer horen. Dat ja, maar het. Sommige ja, maar mensen hebben kritiek. Dat was het. Sommige mensen blijven nog in dat, zeker elk gesprek met jou. Als je nou hier praat of waar dat ook praat. Doe maar nieuwsgierig Dan zie je, dan je in de comments dat mensen zeggen. Ja, maar hij is in Nis gaan slapen. Misabi. Dus dat komt steeds terug. Nee, maar als ik in Nis was gaan slapen, was ik hoofdbestuurslid van de proef. Mm. Ik ben nooit gaan slapen in voordeel van een partij. Ik ben altijd gaan slapen. En dit keer ga ik weer slapen. Ja, maar op m'n kont. Ik nog maar doen niks. Laat mij op Dus zo van februari, um, um, 25 mei ben ik weer in Nis. Alleen met een team van 15 man hoor. Met camera's. Ja. Mensen, u zegt misschien: zeggen, Ja, maar je leest mijn bericht niet. Maar als het persoonlijk is, lees ik het niet. Dus uh, ik lees geen beledigingen en zo. Partij A, B, C en D, etc. Kies een kans. Laatste lezing, laatste kans. Bagadati. <coughs> Bagadati me op, op mijn eigen partij. Weer zo'n droomer en zichzelf overschattend. Je verschat jezelf. Et je vois la dingues, quand on parle de mensa, il y a une libido ici. Quand on parle de mensa, je me suis dit qu'il y a une libido ici. Quand on parle de mensa, il y a une Lik fay jaso, o ma bo under skatag bo ino ma ino be ba ap yo igi programa, ma ep che eko programa. Ba kare be ma, eka ap alte eko luf ema ema self, as the mens ko luf ema kreh of 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 heft, Dat is meegenomen. Maar mijn familie is zo altijd met abribin, B. Sabi, Ik overschat me niet, maar ik ben realistisch over zaken. Het is altijd bewezen dat bij de meeste protestacties dat ik heb georganiseerd... het succesvol is. En deze movement wordt ook succesvol. Deze movement naar Tratori, Naar Rigeri, En naar Righieri, Diana. We kunnen niet meer. Uno mamoro. Meneer Cliff... Uh het meest markante aspect van 17 februari is één waar iedereen aan voorbij gaat. Een video die viraal ging waar horden jongeren per militaire truck naar de binnenstad zijn gebracht. Vanaf dat moment was het totaal... To, was een Total Disaster? Zeker. Wie kan opdracht geven om militair materieel in te zetten om jongeren te transporteren? Omdat ik heb er gezien... Het is ook nooit duidelijk geworden hoeveel nee, 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 nee. mensen ik... zijn genomen. Zij zeker, waren, zeker. Waren, uh, een paar jongens. Zeker, en het waren geen jongeren. Het waren volwassen mensen. Mm -hmm. En omdat ik weet dat er een koep gepleegd is 17 februari. En gelukkig zijn we in een nieuwe generatie en een nieuwe tijd. Waarbij we kunnen zien dat er beelden zijn getoond. Dat er mensen zijn afgezet om te plunderen. realisere ik desa movement, er ga ik desa movement realisere. Omdat ek heb gesien wat is gebeurd intern, omdat ek heb gesien dat politiek vies vuil is, dan mi ook kreer movement disi. Sama nga de brada nga saf mi, ku binnenland ang a foto. Makarip yun mo. En dat gaat me veel geld koste, is geen probleem. We zet dat oor dat die. We zet dat bus om zet die Oké, okay, ik lees verder. Goedemiddag, Limbo. James Kadosu staat 100 achter Pakito. Trouwens, ik heb een pokoe voor hem klaarstaan. Tapabang, stel. Ja, maar big up James Milobi, mm. brother. Je weet wie dat is, no? Ja, ja, ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik denk van uh, wel. Paquito, iedereen binnen als buitenland weet al dat het... Vijf vol, verloren jaren zijn voor Suriname. Zeker. Maar het is kortdag om nu acties of movement te organiseren. Laat de verkiezingen rustig doorgaan. Nee, de verkiezingen gaan door. Ja, je zegt, je gaat met de verkiezingen. De verkiezingen gaan door. Ja. Maar een movement die niet zou organiseren, Naar Na dus, dus, Doezenduzuzuma, we gaan in een politieke partij. Ja, oké. Okay. En mensen begrijpen, blijkbaar niet. Nee, het is niet erg. Die dat... movement is niet opgezet om acties nee, te organiseren. Nee, het doen. is geen actie. Het is een movement. En ja. Aladin Doezenduzuzuma, dus, ja zo. We, we. Uh, meneer Limburg, 17 februari had hij ook zijn security, toch Den Geysel, Ashwin, inclusief Pakito en security. Uh, vraag hem wie zijn presidentskandidaat is, want hij vraagt dat aan andere partijen en het houdt volgens hem dan op als ze uh, hem dat niet kunnen aangeven. Vraag hem wie hij graag als president wil. Dan weten wij als volk dat ook. Ik heb dat niet. Dat is een mooie vraag. Hoor. Ik heb dat niet. Dat is een mooie vraag, maar ik heb dat niet. Het is een gok dat ik ga nemen. Wat gebeurt, gebeurt dit keertje? Maar ik heb dat helaas niet. Belangrijk is, meneer Limbo: deze mensen moeten weg. Als we alles op een rijtje zetten, wat gaat goed in het land? A koers moest de 55 ba, maar Libis denkt ta' kakkik. Achasba moest de 450 SRD, maar de man denkt ta' kakkik. Meneer, me ik heb grappen aan en aan de people in eng. Sorry. Oké, okay, uh, vraag Pakito, zegt uh, Smooth, waar al die mensen zijn die achter hem stonden om massaal de NDP van kant te schoppen. Nu voelt hij het klappen van de zweep. Waarom zouden wij hem niet moeten volgen? Zegt Smooth. Big up Smoot. Allah je ondersteun. Mie sapza met Donovan zegt meneer Limburg. Kunt u aan de heer Bierfried vragen hoe zijn zaak met betrekking tot zijn tas is afgehandeld? Heeft hij een correct, correcte behandeling gehad van de MP? Nooit. Ik heb nooit mijn geld terug gehad van de MP. Ik heb nooit mijn telefoon gehad de iPhone 11 waarover we het hadden. Het is nu al twee jaar. Ik heb nooit niks terug gehad. Dus daarom heb ik gezegd, daarom wil ik deze movement creëren omdat het systeem is verziekt. Je weet toch, er is geen democratisch recht meer hier in Suriname. Je weet je toch? En dat moet terugkomen. Oké, okay, ik zie nu een paar berichten van gisteren. Met alle plezier luister ik hier naar. Is ook een van die. Oké. Okay. Jammer dat ik deze berichten gisteren heb gemist. Maar hoe heet uw TV-station? Ik weet niet hoe het moet zijn. Je schreef, <laughs> je hebt niet goed naar zijn mix, maar je stelt die vraag. Je schreef, je begrijpt het <Huh>? niet, <laughs> Sjer.

Wat je er meer een vraag hoor? Uh... Hey Helemaal eens. Jan heeft mensen aangezet. Uh... Nou ja, Pakito, op de vraag van Cliff, een trotse vader, zegt wel: Ik heb zoveel kinderen. Je praat niet over je persoonlijke leven, maar je wil dat ik op je moet stemmen. Ik hoef niet te weten met wie je slaapt, maar ik denk dat ik wel mag weten of jij getrouwd bent of niet. Uh... Straks hebben we weer een First Lady die er, niet, die er eerst niet was. <laughs> <laughs> maar de enige was nergens. En even ik ben helemaal eens. Johnny heeft mensen aangezet. Het was een vreedzame actie. Het was een vreedzame actie. Uit het actie. niets schiet ja. een puntjes, puntjes vanuit DNA. Oké. Okay. Pakito, uh, met alle geld waarmee VHP gaat, zo, ik het daar. En pakito gaat naar de NPS met zijn movement en NPS gaat naar de VAP met zijn kostbare stem. Nee hoor, dan liever mijn stem aan Want als je met de VAP, als je naar de NPS gaat, zegt deze persoon, ga de NPS op de die naar de naar de VAP. Dat is een verantwoordelijkheid. Het wordt een verrassing, 17 februari 2025. En dat is deze movement. Weet je, het is een spanning dat uh, georganiseerd wordt door uh, het, wordt, het wordt spannend. Meneer Cliff, met wraakpolitiek voeren zal niet goed zijn bij de Heer. Zal niet goed overkomen bij de Heer. Hij, hij zal mentaal kapot kunnen gaan. Uh, goedemiddag, Lim en pakito met maku. Maar <laughs> <laughs> Makku altijd aan mijn schrift met. Vier jaar met, 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 uh, met dus if you decide. <laughs> <laughs> amara. Amanda. Oeh, uh, Sammo, Lembo, goedemorgen, hoofdletter. <laughs> <laughs> Mako Pura, hoofdletter. Goedemiddag, <coughs> met Mako. Ik ben het niet altijd eens met hem, maar ik poren hem wel in deze. Ja. Uh, dankjewel, Ernesto. Ja, de rest. Eh. Lembo, volgens mij, goeievd ja. Goeievd morgen. Nou, volgens mij, goeievd ja. A movement die. <laughs> a huiswerk same kilembo. Nou een tractorie. Dat grandioos wil je naar gezien. Na no, pardon. Triljoen. Je hebt bluft op, heb ik ooit geblufft hier. <laughs> Alas aan het takken na naar Ik praat over vijf jaar, tien jaar geleden, is je Maar wat ga je doen tussen nu en 17 februari? Je gaat mobiliseren.

Eerst Ithaki, wat gaan we dus nu en 17 horen. die Misschien, ik heb voorwerk gedaan. Dat mm. betekent nu kom. nu action begin. Oké, zeg maar eerst volgende Action na, na, na vandaag. Persconferentie. Dan gaan we een massamieting hebben. hoort een massa Natuurlijk, maar abdoen, so soos, Heb maar je al een mee? datum daarvoor. Nog niet. Dat is je nieuws dat je gaat krijgen voor Lim FM. Dat gaat in november of december gebeuren of januari. Dat ga ik je nog niet kunnen zeggen. Oké. Okay. Mm -hmm.

Nou ik wil je veel succes toe op je pad naar uh, iedereen Je mag niemand kan je kwalijk nemen als je zegt van, je aan Gacondre, Niemand kan je kwalijk nemen als je zegt van je gaat je aansluiten bij een partij. Uh, let op je stappen. Let op. Uh, hoe zegt men dat scenarios. Scenario Scenario's. Scenario lij. Waar maak je First misstop. Moet mm. Mo stoppen in de Rapi. Mida Holland, mida Amsterdam. Waar je on? Na mataka -ma mawagim Ya mafu saya wagi diriton. Amat tak mi wagi gidriton. Cira tau ri pakai tuat mi lop fide. No hari bisa kang politik semua gawa mah diriton ku lembu. Come on, om F dia mah make committee. Tisha. Het zal van jouw wijsheid en jouw inzicht afhangen, jongeman. Zeker. Veel succes. Als je iets te melden hebt over je beweging, uh, kan je gewoon laat me weten. Zeker. Je moet call. Sige. Kuya ng kwatsa ka? Brarangas sa Fakondre ni si Wala saan yung si tak may bigyan mga movement of mga protest aksi Dadukat ang tuwi ba lang balang. ba lang is lance balang, lang balang is follows balang. Fandaan dat may slogan na Suriname is done the rest And uno tek mina feyanti mino da mino da mino da trasi mida usi asina gi en for de la fusranang asa if oit ais akonso tak mimandi mandi uno me begu pardon Lib, libis ma fasi manengre fasi mamot talobu alte as long of mi ota alte Suriname eerst en dan de Weet je? Laten we meer van elkaar houden. Hoe big up me in our movement die In landsbelang en in volksbelang. Thank you. Dankjewel Stefano. Beerfleet better known. Also known as Paquito. En uh, met hem beëindigen wij deze uh, Baccarinatori. Was een top bt inderdaad. Uh, met heel wat uh, volgers. dichtbij bij 3000. Eh... Uh, Mojonpo, Jompo, Tamara Midewaga. Met een andere aflevering van BT. Morgen is de laatste van deze week. Uh, volg onze live-uitzendingen met Jamal. Die. Uh, natuurlijk. Uh, flink scoort met de lives. En. Uh, nieuw gezicht hier bij Lim FM. Hij uh, heeft morgen weer een live. Jamal praat morgen live met. Uh, Assis Gajadin, de fractieleider van de VHP. Om 12 uur middags is het live te volgen op, uh, op onze FB-peach. En meneer Tajidjama, als het vraag aan moest maar ik weet zeker, want hij luistert nu in de tweede studio, dat hij zeker ook aan Assis Gajadin zal vragen uh, naar een reactie op. Uh, de launch van de, new, de movement van Paquito. En als hij daar angstig van wordt. We zijn benieuwd. Wat uh, Gayadin zijn antwoord zal zijn. Maar daarvoor hebben we ook andere lives. En na Gayadin ook weer andere lives. Hoor ons in de gaten. Volg al onze programma's op YouTube. Uh, subscribe. Hé, hey, red nee, voorzichtig. Hoi. Hoi, no, okay. nee, mag je zo? Niet nee, meer even alles, ik ga afronden. Uh, subscribe en uh, like. En and... nogmaals, tot slot, voordat ik eruit ga, wil ik nogmaals aan Grasita een heel fijne uh, verjaardag toewensen. Ik ga eruit met 1.6 kijkers en natuurlijk veel meer ook op de radio, maar we moeten dat toch doen. Bedankt voor het luisteren naar deze Baganatorie en het kijken. En Tamara, heb ik weer wat shows voor jou. Begrepen, we hebben we weer een uh, mooi programma voor jou in de uitzending. Goedemiddag.